Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Bas van der Putten. Goedemorgen. 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 Ben je werkloos? Nee. Okay. Nooit. 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 Oké. Hey, ik heb je via LinkedIn benaderd omdat je een hele mooie post op LinkedIn had gedaan. Of mooie. Ja. Dat je eigenlijk failliet bent. Nou, niet eigenlijk failliet. Je bent failliet. Feitelijk correct. Feitelijk correct. Ja. En ik zeg, joh, zou je dat willen bespreken bij mij in de podcast? En toen zei je, ja, lijkt me leuk. Ja. Om je verhaal te doen en om andere ondernemers hiermee te inspireren. Niet om ook failliet te gaan. Nee. Maar om de lessen uit te trekken hoe je het misschien had kunnen voorkomen. Zeker. Hey, ik neem even je cv door. Dus okay. GoLemon. Ja. Failliet. MellowLemon. Mellow Yellow. Ja. Hangt dat eraan vast? Of? Ja en nee. Mellow Yellow is een marketingbedrijf wat ik opgericht heb toen GoLemon al een tijdje bestond. Zullen we ongetwijfeld straks nog wel op komen, maar bij ons was het echt marketingkraan aan, marketingkraan uit, marketingkraan aan, marketingkraan uit. Dus ik zat eigenlijk altijd met een stukje overcapaciteit van mijn marketeers. En die heb ik te gelden gemaakt, want ik kreeg ook vragen van, joh, jullie die marketing, dat hebben jullie wel redelijk goed in de smiezen. Wie doet dat voor jullie? Ik zei, nou, dat doet Mellow Yellow Marketing. En dat was gewoon mijn andere bedrijf. Ja. En zo kon ik die overcapaciteit nuttig inzetten. Okay. Is die meegegaan in het faillissement of bestaat die? Hij is meegegaan in het faillissement. Eentje in ieder geval. En die heeft ook een nieuwe werkgever gevonden. Nee, ik bedoel het hele bedrijf, Mellow Yellow. Nee, zeker niet. Nee, Mellow Yellow staat absoluut los van. Nee, de medewerker is meegegaan in het faillissement van GoLemon. Okay. Maar die heeft een fantastisch nieuwe werkgever gevonden. Okay. Kijk. Mellow Yellow Marketing. Kijk eens aan. Okay. Dan ben je nog Chief Marketing bij Le Bok. Ja, een fantastisch mooi vriendeninitiatief bij ons in het dorp in Laren. En, nou, ik kan kort over zijn. Er was ooit eens een zomer in 2016 en we hadden een culinair festival wat jaarlijks terugkwam. En dat was altijd in de laatste week van de zomervakantie. En toen dachten we van ja, waar gaan we onze kinderen laten? Bij welke tent gaan we dat doen? Want we willen natuurlijk met een stel vrienden gezellig wat drinken. En op een gegeven moment kwam iemand met het idee van ja, maar wacht eens heel even. Waarom zouden we iemand anders gaan verrijken? We kunnen toch zelf ook wel een restaurant bouwen en runnen voor 4 dagen. Toen hebben we met 15 vrienden een pop-up restaurant neergezet. Daar heb ik de marketing van gedaan. En we waren het grootste succes van 2016. Het beste van allemaal gedaan. Kijk, dus ja. Het was echt een super avontuur. En dat is blijven bestaan als initiatief voor Laren, door Laren, om gewoon af en toe een evenement te organiseren. Maar ja, afgelopen jaar dus niet. Ja, balen. Hey, dan heb je bij DTG gezeten, White XS, JBISC, dat is een... Ja, dus moet je eigenlijk Engels uitspreken, JBISC. Ik had het fantastisch bedacht, maar iedereen die daarmee kwam zei van JBISC, wat is dat? Het was gewoon mijn eigen holding en JBISC staat voor Just Because It Sounds Cool. Nou ja, en daar was ook alles mee gezegd, want ik vond dat het heel cool soundde, maar het is niet meer. Oké. En die gebruikte je om wat... Dat is gewoon puur voor ter facturatie. En toen ben ik, toen dat niet meer nodig was, ben ik ergens in loondienst gaan werken. En na 2 jaar zeg maar een accountant betalen om een aangifte te doen voor niks. Ja. Dacht ik ook van ja, opheffen. Opheffen die boel, ja, duidelijk. Deco Software Engineering, Dell, Hilton... En de Riga Royal in New York. Ja, de Riga Royal in New York City. Mijn allereerste echte baan, zal ik maar zeggen. Na mijn studeren aan de hotelschool in Maastricht. Gaaf. Ja, super gaaf. Hoe lang heb je daar gezeten? Het is mijn stadje een beetje. Ja, ik heb 4 jaar in Amerika gezeten. Waarvan 3 jaar... Nou, eigenlijk 4,5 jaar moet ik zeggen. Want ik heb een eerste stage op Hilton Head Island gedaan. Nou, dat kennen niet heel veel mensen. Amerikanen kennen het wel. Vooral bekend om al zijn golfbanen. En krokodillen die daar over de golfbaan rondlopen. Oh, ja, dat was... Dus daar liep mijn eerste stage een half jaar lang. En ja, ik was hartstikke verliefd op Amerika. En toen ben ik na mijn afstuderen naar New York gegaan. Toen ben ik daar voor een Japans hotel gaan werken. Het Riga Royal Hotel. Fantastisch avontuur. We zaten om de hoek van Broadway.
Wij waren een van de grote sterrenhotellen, om het zo maar te zeggen. Ik zei altijd tegen vrienden thuis, ik zeg, als de liftdeur open gaat, weet je nooit wie erachter staat. Dat was de ene keer, was het Justin Timberlake, Joe Pesci, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, waarmee ik nog een keertje op het toilet heb gestaan, weet je, als twee mannen naast elkaar, weet je, Brad Pitt. Nou, dat is natuurlijk, ja, dat was onder andere het werk bij het Regal Royal. En ik was hartstikke jong en ik was vrij, dus dat was toptijd. Toen heb ik nog 1 jaar in Phoenix gewerkt. Ja, ook bijzonder, maar wel minder bijzonder dan New York. En toen dat voorbij was, ja, toen was het tijd om terug naar Nederland te gaan. Gaaf. Ben je jaloers, man. Ik heb altijd gezegd dat ik nog een keer een paar jaar in New York wil werken. Ja. Lijkt me zo fantastisch. Ja, dat is het ook echt oprecht. Ik geloof, ik ben wel blij dat ik het al gedaan heb. Want het is een stuk makkelijker als je 23 bent. Zeker, ja. Dan wanneer je, nou ja, huis, tuin, hypotheek. En ik wil nog altijd zoals Harvey Specter zo'n corner office hebben. Zeg maar, ja. Het uitzicht over New York. Maar... Snap ik. Had ik niet overigens. Nee? Nee, ik had niet eens daglicht. Oké, okay. Hey, dat was de introductie. Laten we beginnen. Wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? Nou, without a single doubt. Oh, stel, ga ik weer met mijn Engelse termen tussendoor. Maar in ieder geval de sneeuw. Ja, mooi hè? Ja, het is... Nou ja, heb je kinderen? Ja, meer dan ik kan tellen. Oh. Nee, ik heb er 4. Oh, zo dan. En de jongste is 3. Dus dit was zijn eerste keer dat hij eigenlijk bewust sneeuw meemaakte. Ja, dat is echt iets bijzonders. Ik denk dat Nederlanders in het algemeen, die zijn voor een paar dingen massaal te porren. Hè. Als het vriest, dan zijn we ineens niet meer druk. En gaan we allemaal schaatsen. Ja. Die kinderdijken zijn rammetje vol. En nou ja, bij ons de Loosdrechtse plassen of de Vinkerveense plassen. Als we echt mazzel hebben, dan zijn die dicht. Nou, dat is echt te gek. Voetbal, hè, als we maar ergens richting een finale gaan, dan is heel Nederland op zijn kop. En zoals bleek afgelopen week, toen het sneeuwde. En het was zo mooi om te zien hoe dat kleine manneke, dat wilde ook gewoon niet naar binnen. Wij waren er al lang klaar mee, joh, lekker naar binnen en warm. Ja. Maar hij zei, nee, ik wil nog even doorspelen. Ja. Superleuk. Ja, in Den Haag was het, het heeft denk ik 2 uur gelegen of zo. Ja. We hebben echt 2 uur buiten sneeuwballen gegooid. Ja. Fantastisch. Ja. Meer konden we niet doen. Ja. Dus die het is echt een no-brainer. Echt een heel mooi moment. Ja, dankjewel. Die was ik alweer bijna vergeten. Dat is echt heel mooi. Hey, wat zijn de gevolgen voor corona voor jou privé? Nou ja, privé. Kijk, iedere ondernemer die weet dat zakelijk en privé, dat is, ja, dat gaat zo door elkaar heen. Dus kijk, het is... Corona is niet de schuld, zozeer hè, dat mijn bedrijf failliet is gegaan. Het heeft er niet aan, het heeft niet geholpen, laat ik het zo zeggen. Dus wat het privé betekent is dat wij een aantal spannende maanden hebben gehad of GoLemon het zou gaan redden. En dat is een proces waar je doorgaat, hè, je doet er alles aan, maar ook op een gegeven moment bijvoorbeeld een management fee niet meer uitbetalen. Ja, en dat raakt jou privé, want ja... Hartstikke leuk zo'n LinkedIn-post. Ik heb dat ook wel eens, ik heb dat ook van de week nog eens tegen een journalist gezegd. Ja, leuk, 15.000 likes of 20.000 op dit moment. Maar dat kan je niet meer afrekenen bij de Albert Heijn. Nee. Dus ja. Dus zo heeft het wel geraakt. Even los van spanning en stress, waar ik denk op zich best wel goed mee om kan gaan en mijn vrouw ook. Maar het is er wel. Hè? Ik bedoel, je hebt het toch wel over aan de keukentafel. Het is een thema en dat gaat ook niet zomaar weg. Nou, dus zo raakt het mij privé. Ja, oké. Maar niet, geen gevallen van corona gehad in je omgeving? Oh, nee. De ziekte zelf niet. Nee, alleen af en toe van, ik ben verkouden. Zou ik corona hebben? Nou ja. En heel lullig voor met name mijn vrouw, die... had op dinsdag een gesprek met iemand, een 1-op-1 gesprek. En die belde later, een paar uur daarna belde die persoon op en zei, ja, ik heb even een sneltest gedaan en ik ben positief getest op corona. Oké, kunnen we er allemaal wat van vinden waarom dat gesprek überhaupt heeft plaatsgevonden, want die klachten komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Maar als gevolg daarvan, het was net voor kerst, ja, omdat zij in contact was geweest met iemand die corona heeft, zou zij het ook kunnen hebben en moest ze 5 dagen in quarantaine, en je moet 5 dagen wachten. Voordat je überhaupt een test kan doen die jou uitsluitsel kan geven. Ja, en die 5 dagen, dat viel kerst in. Dus dat was kerst 2020. Ja,
Maar goed, maar voor de rest, weet je... Hoort er wel bij een beetje, hè? Om nee, ja, gewoon 2020 zo af te sluiten en gewoon... Ja. Lekker binnen. Ja, weet je, dat is ook zo. En wat ik wel vaker zeg, ik zit niet met mijn kop in het verleden. En ik zit niet de koe in zijn kont te kijken, heeft geen zin. Dat doet mijn vrouw ook niet. Dus ja, ook daarvoor geldt, hè, op zo'n moment, it is what it is. En hoe kunnen we er het beste van maken? En we hebben daar een hartstikke leuke, intieme kerst van gemaakt. Ja, iets kleiner, sowieso natuurlijk. Maar ja, dat ene bezoekje naar haar broer en dat wandelingetje met haar moeder, wat we gepland hadden staan met kerst. Ja, dat kwam ook te vervallen. Nou ja, ja, we hebben er samen iets heel leuks van gemaakt. Gelukkig. Hey, we gaan toch een beetje het verleden in. Ja, het zijn van handen. Wat is eigenlijk GoLemon? Kan je het even kort uitleggen? Voordat ja, GoLemon is eigenlijk een lease-platform, een verhuurplatform, what's in the name, voor consumenten elektronica en voor consumenten. Het is gewoon een e-commerce-platform waar je in plaats van af te rekenen, gewoon een abonnement afsluit, een huurcontract waarin jij in dit geval van GoLemon Apple devices huurt voor een contractperiode 12, 24 maanden of flexibel als je dat wilt. Oké, en jullie kochten zeg maar de apparatuur in en je verhuurde dat? Ja. Even kort door de bocht. Ja, ja. Of waren het ook gewoon dat je Apple verhuurde dat en jullie pakten daar een fee op? Nee, zeker niet. Nee. Dus de gedachte waarvan ik het uit begonnen ben, was ook meteen een economische gedachte zat erachter. Geen voorraad aanhouden. Dus eerst de klant zoeken. Die klant die meldt zich. Ik wil die iPhone whatever wel bij jou leasen voor 12 maanden. Oké, prima. Dan is dat het moment dat ik die iPhone aanschaf. En die laat ik rechtstreeks naar de klant verschepen. Dus ik hou geen voorraad. Ik heb geen handling. Hè, om heel efficiënt zo op een business op te bouwen. Oké, duidelijk. Oh ja. Ja. Ja, here we are. Zeg het maar. Het is failliet. Ja, we hebben het niet gered. En in een notendop, hè, want ik krijg veel de vraag deze week natuurlijk van waar ging het mis? Mm-hmm. Maar even, misschien nog even, voordat we naar het visum gaan. Je begint 2017 naar mijn hoofd. Ja, 1 februari 2017. Ben je begonnen? Hoeveel klanten heb je binnengehaald? Hoe snel ging het? Nee, op dat kan ik wel zeggen, natuurlijk. Ik ben begonnen gewoon naast mijn werk. Op dat moment werkte ik bij DTG, een groot online marketingbedrijf in Amsterdam. Ik was daar 4 jaar eerder begonnen en ik was helemaal in aan het eten in die wereld van online marketing. Daarvoor was het allemaal eigenlijk gewoon sales, IT en... Het stond lekker buiten. Ja, buiten is het guur en koud, binnen... Hebben we koffie, zitten wij. Dus even de motivatie om met GoLemon te beginnen was dat wij als bedrijf net overgestapt waren op een soort van bring your own device policy. Waarbij je gewoon een bedrag per maand kreeg om van dat hele gezeik om die telefoons af te gaan. Ik denk dat wij... Bij DTG? Ja, bij DTG. 450 man hadden met een telefoon van de zaak en die wilde Android en die wilde een iPhone en die wilde het nieuwste model en die wilde een oud model. Hoe moeten we daarom mee omgaan als het ding stuk valt? Hè? Want ik laat hem kapot vallen. Ja, wie is daar verantwoordelijk voor? Is dat de werkgever die hem beschikbaar stelt? Ben ik dat? Gedoe. En toen kregen we dus een tientje per maand. En dan was het dus je eigen zorg, bij wijze van spreken. Maar voor een tientje per maand kun jij geen iPhone kopen. En ik dacht van, joh, er moet toch iets zijn in deze wereld van Netflix, Spotify's en dergelijke. Waar ik voor een tientje per maand of whatever bedrag die iPhone moet kunnen huren, leasen. Anders dan dat ik een telecomabonnement afsluit. Want ja, dan heb ik er ook een simkaart bij. Die heb ik niet nodig. Want die krijg ik al van mijn baas. Dus dat is onzin. Nou, dat was er niet. Dus ik dacht, nou, hoe moeilijk kan dit zijn? Nou ja, dan moet ik het misschien zelf maar beginnen. En ik ben gewoon met een one-pager website begonnen. Met een contactformulier. En ik ben het een beetje overal gaan vertellen. Vanuit de gedachte, als ik een klant vind, dan schaf ik dat device aan. En dan geef ik dat device af en hebben we een contractje en dan wordt dat betaald. En dan ga ik vanuit daaruit wel schalen. En ieder device moet natuurlijk betaald worden, maar dat zorg ik dat dat gefinancierd wordt. Dus ik ga wel een lening aan bij vrienden en familie, zoals dat beginnen. Friends, family, fools, daar begin je. En dat deed ik naast mijn werk, maar dat begon te lopen op een gegeven moment. En ja goed, op een gegeven moment had ik iets van 30 contracten of zo na een paar maanden. En toen kwam Apple steeds meer met geruchten in de markt. De nieuwste iPhone, ja, dat ging me toch een ding worden in september 2017. Ja, dat zeggen ze natuurlijk altijd. Alleen het was het 10th anniversary van de iPhone in 2017.
de geruchten waren wel dat het een revolutionair ontwerp zou worden en dat die stervensduur zou zijn. En toen dacht ik, ah, maar wacht even. Dit is koren op de molen voor mijn model. Als dat ding stervensduur is en iedereen wil hem hebben, kan niemand hem betalen, dan willen ze hem waarschijnlijk wel leasen, want je gaat ook niet naar de telecom zomaar toe. Dus toen denk ik, nou oké, nu kom ik op een crossroad, hè, nu stond ik op de splitsing. Wat ga je doen? En toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon doen. En het was mijn vriendin die eigenlijk het laatste zetje gaf, want die zei van, joh, als er nooit een goed moment is om de stap te maken naar ondernemerschap, dan is elk moment een goed moment om het te doen. En daar had ze helemaal gelijk in. Dus zij gaf me dat laatste zetje en toen heb ik mijn baan opgezegd. Met een soort van deadline, zoveel geld als ik nog had, hè, om mezelf te bedruipen. En die stond volgens mij ergens in oktober. Nou, september kwam de iPhone uit. 1 oktober was mijn geld op, bij wijze van spreken. Dus ik denk, nou, voor die tijd moet ik een investeerder vinden. Een investeerder om groots te gaan en een investeerder omdat ik anders, ja, gewoon weer aan de bak moet op een of andere manier. En dat is gelukt. Ik heb gewoon die tijd gebruikt om een businessplan te schrijven, dat er gelikt uit te laten zien, door dingen door te rekenen. En toen vond ik mijn eerste informal investor, die nou ook daarmee een mede-aandeelhouder werd voor een stukje. En daarmee hebben we die iPhone 10 release gedaan. En is het publiek geheim hoeveel die erin gestoken heeft? Of vertel het liever niet? Nee, dat is niet relevant. Kijk, hij heeft er toen een bedrag. Wat wel relevant is, dat het bedrag wat hij er toen ingestoken heeft, is alvast lesson learned 1. Dat is, als iemand investeert, dan is dat eigen vermogen. Als je gewoon vanuit een balansgedachte. En voor een businessmodel als dat van Golem, een verhuurmodel, eigen vermogen inzetten, cash out, om je device te financieren, is niet heel handig. Je kan je eigen vermogen beter bewaren als leverage naar een bank toe, om andere leningen aan te trekken met een soort van hefboom effect. Maar goed, dat is misschien wel heel erg deep de finance in. Heb ik ook moeten leren, want dat was mijn wereld niet. Ik ben een sales en marketingman. Maar die investeerder die kwam en die stak er een bedrag in en dan kon je echt serieus wel een heleboel iPhones verkopen. Maar de avond van de release van de iPhone 10 op onze website had ik wat op de trommel lopen slaan en er was wat pers die het opgepikt had, hè, want dat was een mooie combinatie. De iPhone 10 was aangekondigd door Apple, hij was stervensduur, hij was super gaaf. En deze start-up in Nederland, die gaat hem verliezen, die gaat hem verhuren. Nou, dus dat had geleid tot een heleboel aanmeldingen, een mailinglist die gegroeid was en blijkbaar allemaal mensen die klaar zaten, want ik had het ook nog op een tijdstip gezet, om 8 uur 's avonds gaat dit live. En ik had toen een potentiële investeerder die in wilde stappen, ik had dus al 1 investeerder en toen heb ik thuis 3 schermen aangezet. Op scherm 1 hadden we Google Analytics aanstaan, hè, om de traffic te live zien. Live, ja. Op scherm 2 hadden we de backend van onze webshop, waar je de orders binnen zag komen. En scherm 3 was de bankrekening. Omdat het construct wat we hadden, was dat mensen eerst een startbedrag moesten betalen in combinatie met het aangaan van het contract. Dus er kwam gewoon cash binnen via Ideal. Nou, dus wat we zagen was, net voor 8 uur zagen we dat verkeer op die site toenemen. En we zagen natuurlijk de juiste pagina's aangetikt worden. En we zagen de bestellingen binnenkomen in de backend. En we zagen het geld op de bank binnenkomen. Maar dat ging zo ontzettend hard. Ik wist natuurlijk ook hoeveel geld op de bank hadden staan. Hoeveel iPhones we ongeveer aan konden schaffen. Dat het op een gegeven moment de kwestie was, stop. Ja, stop maar. Nou, en dat is uiteindelijk, dat is een bruggetje naar ook, ja, waar is het misgegaan? Dat is waar we altijd tegenaan hebben gelopen. Onze funding, onze beschikbaar kapitaal om nieuwe klanten van een device te voorzien, is altijd onze bottleneck geweest. Want Google, ik had de beste AdWords specialist van het bedrijf waar ik vandaan kwam, DTG, die had ik part-time naar Golemmen getrokken om mij te ondersteunen. Dus die Google app, die Google campaigns, die draaiden als een malle. Nou, toen heb ik ook nog wat Facebook kennis opgedaan en dergelijke. Dus die Facebook campagne die liep ook allemaal wel lekker. Dat was gewoon, ja, dat is conversie meten. Hè? Dus kost per klik, kost per acquisition. Was allemaal acceptabel en goed. Dus aanzetten die kraan. Ja, als het werkt, dan werkt het ook heel goed. Alleen, ja, we moeten wel natuurlijk op een gegeven moment beschikbaar kapitaal hebben. En dat ging iedere keer op. Ja, en dan moet je weer gaan funden. En dat kost echt wel tijd. Ja. Of je nou gaat crowdfunden, of je nou met mensen in gesprek gaat voor een lening. Het kost gewoon veel tijd en energie. En die je eigenlijk elders wil besteden. Maar dat kan niet, want dat heeft geen zin, want je kan toch niet groeien. Ja. Nou, dus het was aan, uit, iedere keer. Nou, en uiteindelijk wilden we een hele grote slag maken. Want dat aan, uit, dat wilden we niet meer. Dus
Alhoewel het grote bedragen zijn, hè, 250.000 euro hier, 100.000 euro daar. GoLemon heeft meer dan 1 miljoen aan funding opgehaald de afgelopen jaren. Kwamen we eind 2019 wel tot de conclusie van, joh, we moeten dit gewoon groots aanpakken. We moeten een grote investeerder binnenhalen. En dan kunnen we echt een serieuze stap maken. In plaats van iedere keer een klein beetje naar een hoger plateau, lees meer klanten. Een grote stap maken, zodat je ook in 1 keer zwarte cijfers schrijft. Hè, en van daaruit een betere positie hebt naar eventueel banken en leningverstrekkers. En dat was gelukt. Dus pitchen, pitch deck en dergelijke. En in februari, ik zie je kijken. De grote vraag is, horen ze het geboren? Nee, ze horen dat niet. Nee, okay. Heel zachtjes horen ze dat op de achtergrond. Nee. Maar het pitchen was succesvol begin 2020. En we hadden een fonds in Amsterdam achter ons weten te scharen die 1,6 miljoen toegezegd hadden. Het was allemaal besproken. Het moest alleen nog even ondertekend worden. Begin maart. Ja, en toen kwam er iets anders. Uh-huh. En ja, dus in maart werd het uitgesteld. Eerst met 2 weken. Dat is ook heel grappig. Weet je, het begon te ontstaan, dat corona. Ik zal het nooit vergeten. Hè, even geen handjes meer schudden. En toen de lockdown. Mijn contactpersoon zei, ja Bas, niks aan de hand, want we hebben natuurlijk allemaal, het is een kan en een kruiken, hè? De funding staat gereed, het is allemaal afgetikt. Maar we stellen heel even 2 weken uit om te kijken wat er nou exact gaat gebeuren. En na 2 weken werd het, we stellen het even uit tot juni. En in juni kreeg ik eigenlijk toch nog steeds wel als donderslag bij heldere hemel, omdat we de hele tijd contact hadden gehouden, wat positief was, te horen, we gaan het toch niet doen. Ja, en toen stond ik echt wel met 10-0 achter, want al die tijd waren we niet gegroeid. Al die tijd waren we doorgegaan als toch wel verlieslatende start-up. Dus al die tijd hebben we het gefinancierd vanuit cash, vanuit eigen vermogen. Nou ja, hoe je dat kan doen. Maar dat is wel eindig. En met dat bericht was voor mij echt een startschot van okay, en nu heb ik echt haast. Ik had al haast, maar nu heb ik echt haast. Want als we hebben wat we hebben en we houden wat we houden, dan komt het niet goed met GoLemon. En dan is het ultieme scenario failliet gaan. Dat wist ik wel. Ja, dus dat was een race tegen de klok. En dan moet je dus post-corona, of eigenlijk gewoon tijdens corona, ja, in gesprek met financierders, met potentiële investeerders, hetzelfde verhaal nog een keer, met een slechter wordende P&L, wel hetzelfde bevlogenheid en enthousiasme. En de conclusie uiteindelijk was, ik kon investeerders vinden die in GoLemon wilden investeren, in het bedrijf. Het businessmodel klopte, de ondernemer klopte, de schaalbaarheid, alles was gelikt en gaaf en goed. Maar de funding van de assets, wat inherent is aan de groei, hè, ja, hoe meer klanten, hoe meer apparaten, hoe meer geld je moet uitgeven om ze te kopen, dat moest ik separaat oplossen. Dat was eigenlijk wat de investeerders zeiden. Dus daarvoor moest ik een bank hebben. Nou, Nederlandse banken sowieso niet. Ik kwam met internationale circuit terecht. En die internationale banken die hadden wel trek. Maar ja, die komen voor weinig geld niet hun bed uit. Dus die denken alleen maar grote bedragen. Ik denk, okay, prima. Hè? Ja, weet je wat meer. Een nulletje meer erbij, dat maakt dan ook niet uit. Hè? Want ik ben ambitieus en ik ga dit wel flikken. En toen kwam de kip-ei-discussie. De banken zeiden, ja, we willen dit wel doen. Maar we hebben wat meer vlees op de botten nodig in GoLemon. Want het is toch allemaal net te fragiel, tafellaken, servet discussie. Als je nou die investeerder eerst regelt, dan komen wij wel met een goed leningvoorstel. En die investeerders die zeiden, als jij dat leningvoorstel hebt, als je een term sheet hebt, gaan wij wel investeren. Ja, en dat, weet je, daar heb je geen tijd voor die discussie. Het is wat het is. Ja. En ondertussen tikt de tijd door en moet je wel blijven betalen en kun je wel afschalen. En personeel afscheid van nemen, hè? Of minder inhuren, zoals wij dat ook deden. Ja. En dan op een gegeven moment kies je ervoor om jezelf maar geen management fee meer uit te keren en dergelijke. Maar nogmaals, even terug naar wat ik eerder zei. De Albert Heijn die wil gewoon euro's hebben als je de boodschappen afrekent. Dus ergens gaat het aan alle kanten zoveel pijn doen, dat ik er op een gegeven moment voor gekozen heb om een deadline te stellen met mijn aandeelhouders. 1 december. En op 1 december hadden we niks concreets, geen letter of intent van een investeerder, geen term sheet van een financierder. En toen hebben we hulp ingeroepen van een insolventieadvocaat en hem gewoon gevraagd, joh, wat zijn onze opties? Ja, die gaf nog een alternatief scenario wat ook niet lukte. En die zei van ja, je bent gewoon failliet, weet je? Je bezittingen zijn kleiner dan je schulden. Je korte termijn verplichtingen kan je prima voldoen.
En die hebben we ook voldaan. Dus er zijn bijna geen handelskrediteuren, behalve onze leverancier, met wie ik overigens goed in contact was, die erbij ingeschoten zijn. We hebben in december iedereen betaald. Maar onze lange termijn verplichting, de investeerders, ja, die zijn er wel bij ingeschoten. Want we konden onze aflossingsverplichting niet voldoen in de toekomst. Dat wisten we al. De renteverplichtingen zouden een probleem gaan worden. Ja, dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Want een bedrijf met zoveel assets, zoveel klanten, is nu meer waard dan morgen. En in het licht van, ik wil het meeste rendement opleveren voor de mensen die erin geïnvesteerd hebben, ja, dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent afscheid nemen van je bedrijf en faillissement aanvragen. Dus dat hebben we gedaan. Kijk eens aan. En hoe zit het nu bij de curator? Want ik zie dat bijvoorbeeld de website nog live is en dat soort dingen. Zijn ze bezig met een doorstart? Of? De unieke situatie van GoLemon is dat, ik heb het opgericht, ik heb het opgebouwd, personeel op een gegeven moment toegevoegd, maar ik heb het wel zo opgebouwd vanuit een hele lean gedachte. Ik heb voor vrij grote bedrijven gewerkt, Dell, DTG, grote organisaties, die uiteindelijk gewoon stroperig worden. En daar had ik altijd een pesthekel aan, de stroperigheid. Hè. Je wil wendbaarheid, je wil snel kunnen acteren. We leven in een ontzettend snelle wereld. Wat vandaag hip is, kan morgen anders zijn. En daar moet je op kunnen acteren. En dat is natuurlijk voor grote bedrijven ontzettend lastig. Dus ik had altijd gedacht, ik moet zo flexibel mogelijk blijven. En flexibiliteit heb je aan de ene kant. Door niet heel veel personeel te hebben, is een mogelijkheid. Nou, die mogelijkheid had ik, want ik hoefde niet veel personeel te hebben. En ik had gewoon business partners die ik inhuurde. En al naar gelang ik groeide, moest ik meer van hun diensten gebruik maken. Dus moesten zij opschalen. Maar ik had wel heel kennis van de organisatie. Dus ik kon opbouwen, maar uiteindelijk ook weer afschalen. En ja, uiteindelijk was ik zelf weer al het werk aan het doen. En daar kwam de curator ook achter. Want de curator heeft één belang, en dat is de tent voor zoveel mogelijk verkopen en zoveel mogelijk omzet behouden. Dus de winkel moet wel doordraaien. Want ja, en er is maar één persoon die dat op dit moment kan doen, dat ben ik zelf. Dus de curator die had dat snel door en die heeft toen ook meteen met mij afgesproken, jij gaat die tent operationeel doordraaien, zodat we gewoon weer aan het eind van de maand op de facturatieknop kunnen drukken, want dat levert gewoon geld op en relatief weinig kosten. En volgende maand waarschijnlijk nog een keer. En in de tussentijd ga ik me druk maken over het verkopen hiervan, van deze hele zaak. Dus daarom staat het site ook nog live. Alleen je kan niks meer bestellen, dus er worden geen nieuwe contracten aangegaan. Maar voor onze bestaande klanten is het business as usual. Gaat er iets stuk, vervangen we het, regelen we het. Wil je je abonnement stopzetten? Dat kan. We zijn er gewoon. Alleen het is nu een one-man show. Het is nu een one-man show, inderdaad. Betaald door de curator. Ik ben eigenlijk in dienst van de curator, op dit moment. Nou, oké. Ja. Heb je goed contracten afgesloten? Of? Ja, je weet niet waar je in belandt. Hè? Nee. En ik heb wel wat vrienden en mensen kunnen spreken van tevoren van hoe is dat bij jou gegaan, omdat ik wist dat ze een faillissement mee hadden gemaakt. En ik heb ook heel bewust die insolventieadvocaat ingeschakeld. Ik denk, ja, de laatste centen die we uitgeven, bij wijze van spreken, laat het in ieder geval goed advies zijn. Hè, en laat ik niet verrast worden. Dus het is denk ik ook heel belangrijk om dat te beseffen. Kijk, we hadden natuurlijk wel cash. Hè, en we hebben zelf het faillissement aangevraagd. Dus omdat we cash hadden, konden we ook nog voor het faillissement beslissen waar we het aan uit gingen geven. Nou, één ding was zoveel mogelijk, zo niet alle handelskrediteuren betalen. Behalve dan die leverancier. Dat ging niet. En investeren in zo goed mogelijk advies. Daar had ik baat bij, maar uiteindelijk ook de schuldeisers. Maar ik wist nog steeds niet precies wat ik kon verwachten, want een curator is ook maar een mens. En je kan een goede treffen en je kan een slechte treffen. En ik wist niet of ik daar nog toegang tot mijn kantoor zou hebben, of ik nog toegang tot mijn systemen zou hebben, of ik helemaal aan de kant gezet zou worden, of dat ik juist ingezet zou worden voor, ja, business as usual. Wat hoop je op zo'n moment? Nou, ik hoopte, ik zou het echt heel erg hebben gevonden en ik denk dat het emotioneel ook een stuk zwaarder zou zijn geweest als ik echt aan de kant was gezet. He, dat de curator had gezegd, weet je wat, geef de sleutel maar, he, lever je systemen maar in. Het is nu van mij en jij staat buiten spel. Ja. Dat zou ik ontzettend slecht, ja, weet je, je bouwt, hoe gek het ook is, want we hebben, ik zal het exacte getal niet noemen, maar we hebben echt honderden en honderden en honderden en honderden en ook wel meer dan 1000 contracten afgesloten.
En ik heb heel bewust een merk gebouwd waar ik mezelf aan verbonden heb. Als gezicht, als naam. Zoals Pieter Zwart dat doet bij Coolblue. Dat was ook een strategie. Maar het is ook iets wat heel erg dichtbij me ligt. Hè? Hotelschool, gastvrijheid, goede service verlenen. Dat ligt heel dichtbij me. Dus je bouwt een band op met die mensen. Ook al is natuurlijk, kan je niet honderden mensen onthouden. Maar je bouwt wel iets met die mensen op. Dus je wil goed blijven doen. En ja, voor mij was de grootste angst dat ik daar in één keer van afgesneden zou worden. En dat is gelukkig niet gebeurd. En ik geloof er ook heilig in je leven. Je krijgt de mensen in je leven voorgeschoteld die je verdient. Dus ja, dan zal het ook zo moeten zijn dat ik in mijn beleving, in ieder geval tot op dit moment, hè, tot op dit moment, de meest empathische, sympathieke, vlotte, leuke curator heb toegewezen gekregen, denk ik, die je wensen kan. Maar ja, dat gaat dus, ja, dat loopt heel erg soepel. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat ik met een soort van businesspartner aan het praten ben, in plaats van met een curator. Ja, hoe gek dat ook misschien mogen klinken. Ja, hey, en heb je dan ook nog gewoon de hoop dat het doorgaat of dat, dat hij het goed verkoopt en dat je dan mee mag groeien? Of? En dat is ook weer zoiets wat je niet van tevoren weet, hè, waar je misschien wel gedachten over hebt van wat is er mogelijk? En omdat we zo lang, in juni natuurlijk het bericht, hè, eigenlijk het startschot wat ik al zei, ja, tot en met december, dat is een lange periode. Hè, dus dat eigenlijk het rouwproces van afscheid nemen, hè, want ik heb zo ontzettend veel nee's gehad. Hè, want even los van de mensen die wel geïnteresseerd waren onder voorwaarden, wat ik net vertelde, kip-ei discussie, waren natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die nee zeiden. Hè, dat is, ja, als je gaat pitchen, sales in het algemeen, is ook gewoon heel veel nee incasseren. En vervolgens, wat doe je met die nee's? Maar dat is wel, het zijn allemaal stukjes die bijdragen aan een soort van rouwproces wat uiteindelijk leidt tot het afscheid. Dus eigenlijk toen ik het visement aanvroeg, was voor mij de kous al af. GoLemon is voorbij, ik zal, als dit afgewikkeld is, hè, als deze tsunami voorbij is, dan moet ik iets nieuws gaan doen. Whatever that may be. En heel veel mensen vragen aan mij, wat ga je nu doen? Ik heb geen idee. Ik heb tot en met, ja, en zeker nu, tot en met de dag van vandaag, ben ik met GoLemon bezig. Ja, of dat heel slim is, want ja, ik moet straks ook weer verder. Dat is een tweede. Maar wat ik nu merk... Want heb je dan... je bent in dienst bij die curator. Ja. Heb je daar een arbeidscontract? Nee. Eigenlijk... Is het gewoon, als het verhaaltje af is, ben jij weg? Ja, en eigenlijk wat je nu afspreekt met de curator, eigenlijk wat je dan doet, is soort van, je spreekt weer een management fee af. He, van ja, weet je hoeft het niet voor niks te doen. Dat was opluchting nummer twee. Opluchting één, ik mag gewoon mijn kantoor in. Weet je, ik word nergens buiten gesloten. Ik mag communiceren. Nou, trouwens, te communiceren kom ik daar nog op terug. Twee, ik word betaald voor het werk wat ik operationeel moet doen. Dat vind ik ook wel heel prettig. Want dat wist ik ook niet of dat zo zou zijn. Dus ik heb ook wel iets van inkomen in de tussentijd. Hè. Dus ik sta niet op nul. Dat is ook wel heel prettig uiteindelijk. En dus dat is met betrekking tot het werk wat ik nu doe. Maar wat ik nu merk is dat ja, er zijn dus overnamekandidaten. En ik heb in mijn hoofd wel afscheid genomen van GoLemon. Maar die overnamekandidaten die verdiepen zich in GoLemon en zien dat merk, die verbondenheid met Bas van der Putten, een beetje raar om over mezelf in de derde persoon enkelvoud te praten, maar die zien die verbondenheid met mij als persoon en dergelijke. En die zien ook, wacht eens heel even, als wij dit over willen nemen, dan hebben we eigenlijk Bas van der Putten erbij nodig. Dus wat ik nu krijg, is heel, ja, heel veel gesprekken en verzoeken van, kunnen we even met je praten, want we willen weten hoe je erin zit. Zou je door willen starten? Nou, hele terechte vraag voor iemand die de vierde boedel wil overkopen. Ja, en wat is je antwoord? Dat ik daar zeker voor opensta, want 2 maanden geleden stond ik nog als een malle te pitchen in mijn volle overtuiging van het businessmodel en dat het werkt, hè, en dat alles in de basis klopt en dat er maar 1 bottleneck was en dat is funding. Dus dat is ook precies wat ik tegen al die mensen zeg. Het probleem van gisteren is het probleem van vandaag, is het probleem van morgen. Dat staat los van mij als persoon, hè, en het merk. Als je niet met een oplossing, in ieder geval een voorlopige oplossing, voor funding kan komen. Als je denkt van, joh, ik ga dit even voor een prikje opkopen en heb ik even een leuk merk en een leuke webshop erbij, dan gaat hem niet worden. Want dan hebben we een klantenbase die alleen maar kleiner kan worden, want we kunnen de klanten niet voorzien in hun behoefte een nieuw device. Ja. Dus als je niet met funding over de brug komt, zeg ik tegen al die mensen, dan moet je niet, dan moet je niet doen. En tweede, ik ga geen werknemer worden in een bedrijf wat ik zelf heb opgericht. Dus ook daar moeten we wat op vinden, want dat zou ik een hele gekke kronkel vinden. Dat ik ineens
Ja, wat? Werknemer van de maand kan worden. Dat je moet klokken. Ja, ja. Ja, ik ben er. Ja, nee, dat lijkt me ook niet anders. Ja, ik vroeg het me ook al af, van hoe zie je dat dan voor je, van, als je dat dan gaat doen? Zou je dan gewoon toch weer een investeerder met een, die samen met jou een nieuw bedrijf opricht en die dan de boel overneemt? Ja. En wat ik dus merk is, daar staan investerende partijen dus wel voor open. Blijkbaar is dat dus een mogelijkheid. En ja, dit zijn allemaal dingen, dat weet je van tevoren niet. Maar ja, je weet een heleboel niet van tevoren voordat je failliet gaat. Dat, ja, maar dat is eigenlijk met alles toch in het leven. Ja, je leert, ja, as you go along, ga ik weer met mijn Engels, maar ja, terwijl je moet het ook ervaren. Hey, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar stel nou dat je dit een succes wil maken. Hoe groot moet die zak met geld dan zijn om te beginnen? In het geval van GoLemon kun je vrij makkelijk uitrekenen. Hè? Je stelt jezelf een ambitie, zoveel klanten per maand denk ik wel binnen te kunnen halen. En de grap is, ik weet niet waar dat plafond ligt. Want we hebben dat plafond nooit echt kunnen toetsen. We hebben nooit Google kunnen zeggen, nou weet je wat, budget. En hier zien we het afvlakken. Hè? We hebben alleen maar budget kunnen doen, budget. Oh, stop maar jongens, want funding is alweer op. Oké. Okay. Dus sorry dat ik je interrupteer. Ja. Was het alleen Nederland of was het global? Nee, dit was alleen Nederland. We hebben nog wel Spaanse takken opgezet, maar dat zal ik zo wel even iets over vertellen. Oké, maar dus als je met dit product door de wereld, dan heb je misschien wel een miljard nodig qua investering. Ja, bij wijze van spreken. En als je dan dat metertje openzet, weet je nog steeds niet of je genoeg hebt. Ja, kijk, uiteindelijk, ik heb altijd geleerd, of tenminste, ik heb heel veel workshops, AdWords workshops en zo mogen geven voor het vorige bedrijf. En ik leerde ondernemers altijd dat als je AdWords goed inricht en je hebt goed inzicht in je data, dat duurt even, daar moet je in investeren. Het is niet dag twee dat je dat ziet. Maar ja, du moment dat 1 euro investeren jou 2 euro rendement oplevert, dan kun jij daar een beslissing over nemen of dat genoeg is. En als dat zo is, ja, dan moet je dus inderdaad die kraan open blijven draaien totdat je capaciteiten niet meer aan kan. Maar dan weet je in ieder geval dat je geïnvesteerde euro's geld opleveren. Dat is een fantastisch systeem. Ja, en Google is de lachende derde, dat weten we allemaal, maar dat maakt niet uit. Ja. Win-win. En, wil je nog één? Ja, lekker. Dus dat is een win-win situatie. Ja. En daar zaten wij op een gegeven moment in. Hè? Dus die ROAS die was buitengewoon gunstig, hè? Voor de kenners. Return on advertising spend. En dus we zouden in theorie dus op kunnen schroeven met ons budget. Alleen we hebben al natuurlijk die funding die iedere keer ons bottleneckte. Dus in antwoord op jouw vraag, hoe ver zou je kunnen gaan? Hoeveel geld heb je nodig? Nou ja, dus dat is eigenlijk heel simpel. Onbeperkt. Dat is een simpel Excel. Je stelt jezelf een aantal klanten per maand waarvan je denkt, nou, dit is wel haalbaar. Die aantal klanten per maand die leveren 1 geld op aan startfees en 2 leveren die een maandtermijn op. Dus iedere maand groeit je base en dus je maandelijkse revenues. Daar staan kosten tegenover die je moet maken, variabele kosten en vaste kosten. En uiteindelijk maak je genoeg marge om je vaste kosten te voldoen en ben je dus break-even. Dat is iets dat kun je vrij makkelijk uitrekenen met wat aannames natuurlijk. Nou, en het punt van waar je nu staat, zoveel abonnees hebben we nu, naar het punt zoveel abonnees heb je nodig om break-even te zijn, dat gat is eigenlijk het investeringsgeld wat je nodig hebt om te kunnen investeren in die devices. Nou, en als je dus het antwoord op je vraag is eigenlijk net wat je in Excel invult, want als je dat hebt bereikt ben je dus, als je dat tot dat niveau kan komen, en dan zou hoogstens inderdaad de markt een verrassing op kunnen leveren. Dat je zegt van ja, oké, we moeten met 300 klanten per maand groeien en dat moeten we, ik noem maar wat, 5 maanden doen. En dan staan we op 1500 nieuwe klanten bovenop onze bestaande base. Maar dan zijn we break-even. Dat zou een calculatie kunnen zijn. En dan weet je, oké, we moeten dus 1500 devices aanschaffen tegen een gemiddelde inkoopprijs van X. Dan weet je hoeveel kapitaal je nodig hebt. Zo keken we er ook oprecht naar. Maar dat levert wel een heel groot bedrag op. Want ja, als je makkelijk gaat rekenen, hè, de nieuwste iPhone kost 1000 euro. 1 klant is 1000 euro investeringsgeld. 10 klanten is 10.000 investeringsgeld. En de markt, zeg maar, hoe groot is de markt? Zijn dat alle Nederlanders die in potentie een telefoon nodig hebben? Nou, ik weet hoeveel iPhones er verkocht worden ieder jaar. Als je zou zeggen, iedereen die een iPhone koopt is een potentiële klant voor mijn model, dan heb je 1,3 miljoen potentiële klanten op jaarbasis. Dan kan je ook zeggen, nee, dat is belachelijk, want niet iedereen wil leasen. Oké, wat is het dan? 50%? 10%?
1%? 1% van 1,3 miljoen, I'll take it, hè? Maar 1% van 1,3 miljoen, reken uit, keer, ik noem maar wat, 1000 euro voor de nieuwste iPhone, is een gigantisch bedrag. En daar heb ik me in vergist in het begin. Want ik dacht, voor een goed idee is altijd geld. Maar dit is innovatief. De Nederlandse bankaire markt is hier totaal niet op voorbereid, doen dit niet. En de investeerders, de risico-investeerders, die zijn wel echt wel geïnteresseerd in een gokje nemen en dergelijke. Maar die willen vooral in platformen investeren, in schaalbare modellen en niet in de financiering van devices. Dat moet je echt separaat oplossen. Ja, die learning, ja, wanneer kom je daarachter? Ja, dan kom je achter als je echt een beetje vaart begint te maken met je model. En maar het is toch wel schaalbaar, behalve de investering inderdaad? Nou ja, het is schaalbaar, behalve je voorraad. Mits. Hè, het is schaalbaar mits. En het was, ik geloof, het investeringsvehicle van Pieter Schoen. We hebben ook meegesproken, die op een gegeven moment zeiden van ja, Bas, het is echt een heel briljant model en we get it. En we zijn er ook heel gevoelig voor dit soort B2C schaalbare modellen. Maar ja, het is bijna net als zeg maar goedkope hypotheken verstrekken. Je zou in principe, ja, zou je kunnen zeggen, je kan morgen even heel gechargeerd een hypotheekverstrekker worden of een leningverstrekker. En je zegt, ja, ik leen geld in de markt tegen 2%, want dat kan, noem maar wat. En ik leen het uit tegen 4%, dan zet ik een hele lean organisatie onder. Hè, en zo ga ik renderen. Maar je kan, pas tegen 4% uitlenen als je tegen 2% kan lenen. En mijn model is eigenlijk hetzelfde bottleneck. Dus die financiering moet je separaat oplossen. En dat vergt, een hele goede timing van investeerders koppelen aan banken, leverage creëren. Yo, dat is mijn spiel helemaal niet. Dit is mijn ervaring helemaal niet. Dus er is een concurrent in Duitsland die in Duitsland en in Oostenrijk opereert, die dit nu ook in Nederland gaat doen. Dat was echt wel ook op zich ook wel een bedreiging, hè? Maar goed, concurrentie is goed. En zij zijn vertrokken vanuit die financieringsgedachte. Vrij vroeg in hun ontstaan, hè, dat heb ik allemaal teruggelezen in interviews met de oprichter, vrij vroeg in hun bestaan hadden zij door van wacht even, als wij die financiering niet oplossen, als we dat niet de core van onze uitdaging maken, ja, dan heeft sales en marketing helemaal geen zin. En ik was sales en marketing aan het doen. Ik was aan het dansen voor de Apple Store, voor de release van een iPhone. Ik was allerlei free publicity aan het creëren. Ik was op die trommel aan het slaan als sales en marketing jongen. En dat ging allemaal fantastisch. Aan klanten geen gebrek. Maar ik was even vergeten dat die funding een constant proces moet zijn. En ook een heel groots proces. Want dat is uiteindelijk dus de bottleneck geworden. Is er dan ook een model, zeg maar, wanneer je op een gegeven moment geen funding meer nodig hebt? Nee, uiteindelijk heb je altijd funding nodig. Want je bouwt op een gegeven moment natuurlijk wel een organisatie op die winst maakt. Maar ik kon dat altijd vrij makkelijk uitleggen. Als jij een verkooporganisatie bent, dan koop je iets in voor 1000 euro en je verkoopt voor 1200 euro. Ik noem maar wat. Hè? Mm-hmm. En dan heb je direct 200 euro winst. En even in de snelheid van de e-commerce bij wijze van spreken. Ik koop vandaag in, ik verkoop morgen. Dus ik heb morgen plus 200 op mijn bankrekening. En als ik dat 5 dagen gedaan heb, dan heb ik plus 1000 op mijn bankrekening. En kan ik dus uit mijn cash, even een hele simpele theorie, weer één nieuw device, één nieuwe inkoop financieren. Maar met een verhuurmodel koop je in tegen 1000. En vanuit jouw verhuur in termijnen ga jij in 12 maanden of in 24 maanden ga jij niet 1200 euro als het goed is verdienen, maar misschien wel 1500. Je maakt meer marge. Maar het duurt veel langer voordat die binnenkomt. En sterker nog, die 1500 euro die jij verdient, daar zit ook nog de restwaarde van je device in. En dat heb je nog niet, zeg maar, te gelden gemaakt op het moment dat het device weer terug gaat komen. Dus het moment voordat jij genoeg cash terugverdiend hebt vanuit zo'n model dat jij weer één device kan financieren, dat duurt heel lang. Dus zodoende kan je uit je cash nooit snel genoeg winst maken waarmee jij jouw volledige model kan financieren. En dus heb je altijd financiering nodig. Maar dat is inherent. Iedere leasemaatschappij snapt dit. Iedere verhuurmaatschappij snapt dit. Maar ik moest het leren. Ja. Ja. En de man die mij daar als eerste eigenlijk maar het inzicht in gaf, dat was een van de eigenaren van de Van Mossel Groep. Via kreeg ik een uurtje met die man aan tafel. Nou, ik vond het echt briljant. Maar ja, die heeft...
Die had een hij zei het ook volgens mij eerst. Ja, hij was er ooit mee begonnen. Hij was met het idee naar de bank gegaan voor private lease van auto's. En de bank had het gewoon afgeserveerd. Hij heeft, en terwijl hij al een gewone winstgevende organisatie autohandel had. En hij heeft het toen ook via investeerders moeten doen. Om dat model op te tuigen. En nu kan hij het leverage spel doen met banken natuurlijk. Ja, hij zegt, ja, we hebben nu een balans van 1,9 miljard. Volgens mij, zei hij. Weet je, dan is geld uit de markt halen wel even een iets ander trucje, zegt hij. En hij zegt, ik vind het heel dapper wat je doet, maar... Ik heb hetzelfde, want hij is zeg maar de tweede die gekopieerd heeft van Mijn Domein. Ik weet niet of je die kent, die jongens. Nee. Mijn Domein, de domeinnaampjes. Ja. Die hebben toen ook een leasemaatschappij, want hij wilde eigenlijk 1000 auto's met zijn naam erop hebben. Ja, dat vraag ken ik. En die heeft... Henry, samen, ik zei, je moet 1000 auto's hebben, dan word je pas gezien in Nederland. Ja. Want dat was altijd, ik heb vroeger in de auto's gezeten en dan zeiden ze van, joh, weet je wel, als je 1000 auto's hebt rijden als nieuw model, dan word je pas gezien. Dus ik zei tegen Henry, je moet minimaal 1000 auto's hebben in Nederland, dan word je pas gezien. En toen is hij gaan denken, en dan ga ik een leasemaatschappij beginnen. En dan laat ik ze voor een x-bedrag, weet je, voor €179 per maand, kan je bij mij zo'n autootje huren. Ja. En hij had deals gemaakt met Peugeot en met Toyota en niet in Nederland, want in Nederland wilden ze nergens aan meewerken. Dus ze zat in Parijs en bij de importeur en bij de fabrikanten. Ja. En niet meer gewoon bij de importeur hier in Nederland. Dat was allemaal gepasseerd en weet ik veel wat in het buitenland. Zat ook bij de bank. Banken zijn natuurlijk ook nee. mijn vader komt uit de leasewereld, dus die is ingestapt als commissaris. En die zei, je gaat kapot aan je eigen succes. Ja. Nou, dat heeft hij zo goed opgeslagen. Die is toen een fonds begonnen. En weet je wel, dus als hij weer geld nodig had voor een nieuw wagenpark, dan drukte hij op een knop, ging er een mailtje uit naar een aantal investeerders. Van joh, ik heb weer zoveel nodig. Je kan een aandeel kopen van €5000. En dan krijg je gegarandeerd 5% en met de wagen als onderpand. Helemaal via de AFM geregeld en... En die heeft het zo gedaan. Elke keer dus als hij een nieuwe badge ging inkopen, dan kocht hij 50 auto's in, stuurde hij een mailtje uit, haalde hij zo 3-4 ton op. Ja. Nou, maar dat is dat hele financieringsspel. Hè? Dus we hadden het net heel even over Steve Jobs, wat natuurlijk een verschrikkelijke baas was. Dat weten we, als je het boek hebt gelezen, dan weet je dat. Maar hij was ook slim genoeg om te erkennen dat je gewoon... niet zomaar goede mensen om je heen moet aannemen. Je moet ook de mensen om je heen aannemen die beter zijn in dingen dan jij. En die jou dingen kunnen vertellen of jou dingen kunnen leren. Om zo in de optelsom een succesvol bedrijf te kunnen bouwen. En ik had wel op een gegeven moment door van ja, luister even, dit hele finance spel, dat is ik wil het niet, ik kan het niet. Ik spreek die taal niet. Ik moet daar iemand voor aantrekken. Ik kan dat nog niet betalen. En uiteindelijk, maar dit was na juni, toen pas hebben we iemand aangetrokken, die interim, die dit voor ons ging regelen. En die is echt heel ver gekomen, ja, internationaal gezien. Maar, nou ja, goed, het is een ware. Je vader had gelijk. Je gaat kapot aan je eigen succes. In dit specifieke, ook in mijn geval, is het eigenlijk waar. Ja, je had kapot in je succes. En de banken zijn de lachende derde. Ja, vaak. En daar zat er bij mij geen bank tussen. Nee, want vaak wordt het spelletje van de bank ook nog zo gedaan. Dat ze zeggen, oké, van we gaan en we geven je funding en we geven je funding. En dan word je in één keer succesvol. Dan draaien ze die funding terug. En dan kunnen ze jouw bedrijfje goedkoper naar zich toe kopen. Ja. Dat gebeurt ook nog vaak. Dus ook nog een wijze les voor je. Want banken zijn natuurlijk heel aardig. Als het regent, dan willen ze hun paraplu terug. Ja. Toch? Ja, hoor je dit? Op een gegeven moment hoor je dan in december van, oké, hoeveel nachten heb je geslapen voor die definitieve klap erop? Hoeveel nachten daartussen zat? Even kijken, nou, heel simpel. Want je hebt, volgens mij gaat er iets door je heen als je, zeg maar, je hebt een bedrijf en je hebt daar, weet je wel, uren ingemaakt en enthousiasme en weet ik veel wat. En aan heel de wereld verkondigd hoe goed het bedrijf is. En overal lopen bedelen om geld en marketingtrommels geslagen en weet ik veel wat. En op een gegeven moment kom je dus op een situatie dat je zegt van oké, als we dit punt bereikt hebben in december, dan nemen we een beslissing, dan stoppen we ermee. Ja. Ja? Ja. Hoe, ja, dat moment daar naartoe te stappen om toch die beslissing te nemen om het wel te doen. Ja. Ja, dat is echt ontzettend moeilijk, want
Ja, ze zeggen wel eens, het is je kind. En dat is het ook echt. En je wil dat kind opvoeden en je wil het groot maken. Je hebt daar een droom bij en dergelijke. Het is ook ergens natuurlijk een stukje pensioenvoorziening die je voorziet. Hè. Je denkt van, nou ja, goed, misschien kan ik het op een gegeven moment ooit een keer verkopen. Hè, of voor een deel. Hè. Dus daar heb je echt alles aan gedaan. Maar er bestaat ook zoiets als realistisch zijn. He, en in mijn LinkedIn-post heb ik het ook verwoord als verantwoordelijkheid nemen. He, dat heb ik natuurlijk al eerder genoemd. En je moet deadlines stellen daarvoor. Je moet voor jezelf ook gewoon punten, piketpaaltjes stellen. Van oké, op dit moment moeten we het hierover gaan hebben in het geval dat. Kijk, toen ik in juni dat bericht kreeg van we gaan die 1,6 miljoen was, we gaan het niet doen. Toen wist ik, oké, bam, startschot. En meteen gaat dan de drive in je aan van survival, hè. Ik moet dit oplossen, want ultimo is het anders een faillissement. En ik ga dit oplossen. Hè. Dus er is die stellige overtuiging, ik ga dit oplossen. Als ik 1,6 miljoen in februari op kan halen, hè, en toen had ik echt nog niet op heel veel deuren aangeklopt. Oké, post-corona, dan moet me dat nu ook lukken. En ik ga bij iedereen aankloppen en ik ga iedereen vertellen hoe cool en hoe gaaf en wat voor fantastische investering GoLemon is die het me horen wil. En daar ga ik succesvol in zijn. En daar heb ik fantastische gesprekken in gehad. Maar ja, uiteindelijk niet met het gewenste resultaat. En dat is ook daar. Het is keuzes maken. Hè, met uiteindelijk, want dan komt er iemand die zegt van ja, ik wil wel 100.000 euro investeren. En dat wisten we dat dat ons niet zou helpen. Hè, ik wil je wel 100.000 euro lenen of ik wil wel 100.000 euro investeren. Maar 100.000 euro ging het niet voor ons doen. We moesten dat volgende plateau, dat break-even punt. Hè. Dus het was alles. Een bedrag, een groot bedrag, of niets. Dus dat betekent ook dat je nee moet zeggen tegen sommige dingen. En dat raakt ook jouw punt. Op een gegeven moment ga je dus verder. Nou, ik sprak maandelijks met de aandeelhouders die er eigenlijk meer als een soort van managementteam in zaten. We waren heel transparant met elkaar in gesprek. Ik trok de kar, zij hielpen mee waar nodig, als dat nodig was. Hè. En dat hebben ze ook echt gedaan. Dus ik had echt een hele gave... verstandhouding met mijn aandeelhouders. Ik was de grote aandeelhouder en zij waren weliswaar een minderheidsaandeelhouder, maar goed. En dus maandelijks namen we de cijfers door en wisten we ook van ja, luister eens even, dit gaat niet goed. En op een gegeven moment kom je op een punt, er moet cash bij. Ja, waar komt die cash vandaan? Ja, die komt van de aandeelhouders. Dus daar moet je dan een gesprek over voeren. Wie gaat er wat storten? Wie kan er wat storten? Hebben we daar vertrouwen in? Wat zijn de voorwaarden? Hè? Want de een stort meer dan de ander. En welke voorwaarden hang je daar dan gezamenlijk aan? Nou, en dat heeft er ook toe geleid dat we op een gegeven moment ook ja, inderdaad voor onszelf dus een timeline moesten zeggen. Van, jongen, hoe ver willen we gaan? Hè? Want het is uiteindelijk wel een keer eindig. En je wil geen geld blijven storten in de bodemloze put. Ik wil niet maandenlang ja, geen management fee uitkeren. Want uiteindelijk... ja. We hebben allemaal een enige vorm van inkomen nodig en een spaarrekening die kan dan ook alleen maar leeglopen. Of in mijn persoonlijke geval ja, een afhankelijkheid van mijn partner die zeg maar ook werkt en geld verdient en daarmee dan ineens ja, twee mensen moet supporten. Waar ik er ontzettend dankbaar voor ben. Hè? Want zo zat zij er ook in. Hè? Hey, it is what it is, you win some, you lose some. Hè? Wij zijn samen en ik help jou en als het andersom help jij mij als het nodig is. Maar het is wel eindig. En dat eind was op 1 december en 30 november was een maandag en om agenda redenen hadden we toen al een aandeelhoudersmeeting op 30 november. Ja, waarom zou je wachten tot 1 december? Die persoon die we ingehuurd hadden, die was eigenlijk nog volle kracht bezig en die zei, joh, ik heb nog leads, ik heb nog mogelijkheden en dergelijke. Maar ja, hij had niks concreets, hij had niet die term sheet die we nodig hadden van een finance partij waarmee we terug naar de investeerders konden die hadden gezegd if this then that. Ja, toen heb ik op 30 november gezegd jongens we gaan nu informatie inwinnen over een ander pad. We moeten ons laten informeren want we gaan dit niet heel lang volhouden. Op 1 januari hebben wij verplichtingen naar leningverstrekkers en ik ja we hebben altijd uitstel gekregen in het licht van we hebben ijzers in het vuur, er is zicht op een toekomst. Ik zeg maar we hebben dat zicht op die toekomst niet meer. Dus wat gaan we op 1 januari aan die leningverstrekkers, wat gaan we hun vertellen? Dat we nog steeds ijzers in het vuur hebben, dat is niet reëel. En toen hebben we de insolventieadvocaat aangetrokken. Ja, die was op 1 december was die in huis. En die gaf ons nog twee scenario's. Ja, het scenario van faillissement, nou ja, die wisten we natuurlijk al. En een scenario
waarbij we eigenlijk soort van zelf voor curator gingen spelen. Al je assets, je klantenbase en alles wat je hebt eigenlijk verkopen. En parallel daaraan dat bedrag waar je dan, zeg maar het bod wat je dan krijgt, zeg maar een soort van overeenkomst met je schuldeisers. Van joh, we hebben zoveel te verdelen, dit is wat ik je kan geven. Als je daarmee akkoord bent, dan hoeven we niet failliet te gaan en anders gaan we failliet. Dus eigenlijk een soort van duivels dilemma. Naar je schuldeisers, take it or leave it. He, dan, maar dan hadden we kunnen liquideren. Ja. Nou, goed. Maar ja, in zo'n korte tijd kregen we het niet verkocht. Dus dan faillissement. Heftig. Ja, het is heftig, maar het is wel iets wat je dan al heel lang zeg maar mee speelt. En je weet dat je die verantwoordelijkheid wil nemen. Je weet ook dat je die verantwoordelijkheid moet nemen. En in mijn persoonlijke beleving, je hebt ook ergens wel de maatregelen getroffen van oké, emotioneel en ergens ook wel financieel. Je hebt daar thuis afspraken over gemaakt van oké, weet je wat? Dan gaan we nu het faillissement aanvragen. Dat gaat waarschijnlijk ongeveer zoveel tijd duren. Dat kunnen we nog wel overbruggen. En dan is er ook ergens weer een horizon dat je weer vooruit kan gaan kijken. Want uiteindelijk, wat er ook gebeurt in je leven, hè, tijd gaat altijd voorbij. Hè? En uiteindelijk moeten we allemaal weer door. Of dat nou een verlies is van een ouder of whatever. Of een ongeluk. Tegenslag hoort erbij. Zeker. It's part of life. En zoals ze in Amerika zeggen, als je niet bankrupt bent geweest, dan ben je ook geen ondernemer, toch? Nee, tel je niet mee. Nou, in Nederland wordt daar wel anders over gedacht. Ja, in Nederland wel. Maar dat wordt ook steeds meer dat het geaccepteerd wordt. En, ja. Oké. Heb je schaamte gevoeld? Nee. Nee, absoluut niet. Maar dan ook oprecht niet. Dus misschien zit een leuk bruggetje naar die LinkedIn-post. Dus je gaat failliet, je dient je faillissement in. Vervolgens wordt dat uitgespreken door de rechtbank. Dat duurt overigens 4 minuten en 39 seconden. Waar je voorheen, voor corona, voor naar de rechtbank moest rijden. In mijn geval zou dat Lelystad geweest zijn. Nou, dat is leuk. Dan moet je 3 kwartier naar de rechtbank rijden. Om in 4 minuten 39 te horen dat je faillissement uitgesproken is. Ah. Dus, hè? Maar goed, dat was nu telefonisch, dus dat was lekker praktisch. Maar dan krijg je een curator toegewezen en die maakt diezelfde dag nog kennis met je. En in mijn geval was hij ook fysiek op kantoor aanwezig. En ging hij op kantoor of kwam hij bij jou? Nee, hij kwam bij mij. Dus ik had een heleboel vragen aan hem. Maar de belangrijkste vraag is wat mag ik communiceren? Want ik ben ik ben hartstikke transparant. Weet je, ik heb nooit dingen onder stoelen of banken gestoken. Natuurlijk, als je de pers weet te vinden als het goed gaat, moet je de pers ook weten te vinden als het niet goed gaat. Zo zat ik erin. Maar de curator, die kent Golemmen nog niet, die kent Bas van der Putten nog niet, die kent de PR-machine misschien nog niet en dergelijke. Die heeft geen idee, die denkt alleen maar van oké, wacht even, nu eventjes damage control. We hebben klanten, er moet geen onrust ontstaan, hè? De machine moet doordraaien. We doen even helemaal niks. We gaan even helemaal niks proactief communiceren. Laat mij even inventariseren, mijn werk doen en daarna komen we wel met een communicatieplan of iets dergelijks. Ja, oké, hij is de baas op dat moment, dus dat is dan maar zo. Maar de dag daarna is je faillissement publiekelijk bekend. Dat staat in het faillissementregister. En daar kijken ook journalisten naar blijkbaar. Dus diezelfde journalisten die het leuk vonden om over Golemmen te praten in succestijden, die zagen ook dat Golemmen failliet was. En voordat ik het wist, stond op e-merse.nl en nog wat andere dito-sites dat Golemmen failliet was. En toen begon bij mij de telefoon te rinkelen. En toen kreeg ik appjes van mensen. Joh, wat lees ik nou? En joh, wat is er aan de hand? En ook mensen met een belang in Golemmen. Dan wel als klant, dan wel als investeerder en dergelijke. Ja, en dat voelt echt heel erg raar dat je dat niet proactief communiceert. Of dat je een soort van je mond moet houden. Dus dat heb ik aangekaart bij de curator, die ook door had inmiddels dat er aandacht van de pers was en dergelijke. Want hij kreeg ook vragen natuurlijk. En toen heb ik hem de vraag gesteld. Ik zei, joh, oké, ik snap dat bepaalde dingen formeel moeten gebeuren en dat naar schuldeisers, dat aan regeltjes gebonden is. Ik zeg maar gewoon naar mijn netwerk en potentieel wat klanten en dergelijke. Ik kan niet gewoon op zijn minst even een bericht op LinkedIn zetten. Ah, dat is goed, zei hij. Nou ja, the rest is history, want ik heb gewoon een eerlijk bericht op LinkedIn geschreven en op jouw vraag, ja, voel je schaamte? Nee, absoluut niet, want it is what it is, hè. Als je een wedstrijd gaat voetballen, ja, dan gaat om te winnen. Maar ja, wat was het dit weekend? Ajax-Feyenoord, geloof ik. Ja, Feyenoord had moeten winnen blijkbaar. En ik ben helemaal niet into voetbal. Maar ik lees overal dat Feyenoord eigenlijk had moeten winnen. Maar Ajax wint met 1-0. Ja,
Dus er is een winnaar, Ajax, en er is een verliezer, Feyenoord. En eigenlijk had Feyenoord moeten winnen. Maar it doesn't matter. Voor de statistieken, Ajax heeft gewonnen en er is een verliezer. En dat accepteren we allemaal. Ja. Dus als je gaat ondernemen en een bedrijf start, dan kan je winnen, je kan een succes worden, of je kan verliezen. Het kan ook misgaan. Dus ja, waarom zijn we dan allemaal ineens zo... Waarom zou dat schaamte op moeten leveren? Dus ik post mijn eerlijke verhaal, GoLemon is failliet. Dat was ook de eerste regel van de post. En precies zoals ik erover dacht, dan moet je geen doekjes omheen winden. Het is gewoon zoals het is. Ja. En dan ben ik er trots op dat ik het avontuur ben aangegaan. Ik ben trots op dat ik dat veld ben opgelopen om die wedstrijd te gaan spelen. En ik accepteer, om alle redenen, hè, dat ik de best mogelijke wedstrijd gespeeld heb. Met de beste intentie. Met de vaardigheden die ik heb en opgedaan heb tijdens de wedstrijd. Maar ik heb verloren. Ja. En jongens, daar kan je toch alleen maar hartstikke trots op zijn. Nou, blijkbaar vinden een heleboel mensen dat ook. Want het bericht is hartstikke viraal gegaan. Nee, dat snap ik. Want dat is nou juist het punt waar ik... Waarom ik zo graag ondernemers hier aan tafel wil hebben... die eens een keer over hun faillissement willen praten. Omdat een hoop ondernemers schamen zich ervoor. Terwijl als je echt openlijk zegt van... joh, ik ben failliet gegaan... dan hoor je hele andere reacties. Niemand heeft tegen jou gezegd... Jezus, ben jij een loser? Ja. En dat... Weet je wel? En ik snap het oprecht niet. Hè? Ik snap het wel en ik snap het oprecht ook niet. Hè? Ik snap wel dat... mensen zich schamen, want het voelt als falen. En ja, je wil allemaal niet falen en dergelijke. Maar we willen wel allemaal leren. Dus, oké, je wil niet falen, maar je wil wel leren. Dus wat als we nou gewoon leren noemen? Is het dan wel oké? Hè? Want ik heb gewoon heel erg veel geleerd wat werkt en wat niet werkt. En het gevolg van mijn leerproces is dat, ja, dat er ook nog een bedrijf failliet moet gaan. En ik wil dan niet... te luchtig overpraat. Ik besef me heel goed, hè, de investeerders in GoLemon, hè, we hebben uiteindelijk meer dan 1 miljoen aan funding opgehaald. Hè, en een deel daarvan is ook wel weer terugbetaald al. Maar hè, er zijn echt serieus een hoop mensen die in mij geloofd hebben, die in GoLemon geloofd hebben. En daar geïnvesteerd hebben in dit bedrijf, in mijn droom en daarmee hun droom op meedoen, rendement en dergelijke. En die zijn nu geld kwijt. Weet je, ik ben die mensen ongekend dankbaar dat ze mij in staat hebben gesteld om mijn droom te verwezenlijken, wat dus niet gelukt is, en die wedstrijd te spelen. Ik ben ze daar ongekend dankbaar voor. Ik besef me ook inderdaad dat het pijn doet. En dat is wel lastig, want aan de ene kant zeg ik natuurlijk van... ja, luister, it's all in the game, hè, en je moet het verlies ook accepteren. Ik besef me ook wel dat mensen er anders in zitten. Dus ik wil ook niet te luchtig overkomen van... oh ja, weet je wat, ja, dan ga je toch failliet. Want ja, daar zijn wel slachtoffers bij. Ik ben ook 1 keer getrouwd geweest, we zouden getrouwen vorig jaar, maar ging ook niet door corona. Ik ben 1 keer eerder getrouwd geweest. Ja, ja, weet je, dat huwelijk, dat heeft niet gewerkt. Ja, we hebben 3 fantastische kinderen eraan overgehouden. We hebben op zich nu een prima relatie samen, dus we hebben onze modus daarin gevonden. Maar het huwelijk werkte niet. Ja, moet ik me daarvoor schamen? Nee joh, we hebben er alles aan gedaan. Ja, ja, dus dat hoort erbij. Oké. Okay. Hey, nog even terug naar GoLemon. Ja. Hoeveel man personeel, hoeveel man werkt er? Ja, dat is juist het leuke van het lean model. Ik heb het vanaf dag 1 over wij gehad. Hè. Dus zelfs toen het ik was, was het wij. Mm-hmm. Hè. En zo heeft het ook altijd gevoeld. Of ik nou praatte met de gedachte van ik heb meerdere aandeelhouders, wij. Hè. Of ik heb personeel, wij. Of ik en mijn businesspartners die ik heel hard nodig heb om het ecosysteem te laten draaien, wij. Voor mij is het altijd wij geweest, maar als je... terugbreng naar personeel. Ik heb op een gegeven moment een kerstdineetje gedaan. En toen had ik mijn partner uitgenodigd. Want die houdt ook wel van lekker eten en gezelligheid. En die helpt mij natuurlijk vooral mentaal. En af en toe een keertje sparren aan de keukentafel. Maar is geen onderdeel van GoLemon. Maar dat is plus 1. Dan had ik 2 aandeelhouders die aangeschoven waren. Dat is plus 1. Dus toen waren we al met 4. En al het personeel van GoLemon, maar we hadden geen fulltimer in dienst. Ik had 2 parttimers voor de operations die dingen voor me deden. En ik had een parttime online marketeer. En dat was echt wat in dienst was van GoLemon. En de rest was allemaal bijzaak. Dus we zaten daar met, 7 man aan tafel. Ja. Het is ook een beetje fake it till you make it natuurlijk in de wereld. Dus ik heb daar een mooi fotootje van gemaakt. En daar zaten we dan met z'n allen...
aan het kerstdiner. Hè, hey jongens, Golem wens jullie een fantastisch 2019. Ik weet niet meer wat het toen was. En mensen gingen reageren. Wat leuk, wat heb je al een mooi bedrijf opgebouwd met zoveel mensen. Doe je goed, Bas. En dan denk ik ook van, ja, weet je wat? Ja, dat is ook een beetje marketing wat erbij hoort. Maar wat is er met hun gebeurd? Gaandeweg heb ik gewoon afscheid genomen, al naar genacht nodig was. Dan heb ik gewoon dingen weer naar mezelf teruggetrokken. En uiteindelijk was ik dus over met één online marketeer en één dame. Ja, dat was echt een heel lullig verhaal, want dat was echt de eerste pijn die ik voelde van de investering die niet doorging. Dus ik hoorde dat in juni. En in juni ging er één medewerkster weg, medewerkster nummer één van GoLemon, die ging weg. Okay. Die ging wat anders doen. En daar had ik een nieuwe medewerkster voor aangenomen. En we hadden een heel leuk sollicitatieproces gedaan. Zij was dol enthousiast. Wij waren dol enthousiast. Echt een pareltje om aan te nemen. Ik had er onwijs veel zin in. En die zou op 1 juli starten. Ja, die hadden we natuurlijk daarvoor al aangenomen. En toen kreeg ik te horen dat de investering niet doorging. En dus terwijl we haar al aangenomen hadden, terwijl we het contract al hadden getekend, moest ik haar dus zeggen, joh, je bent aangenomen, maar je gaat niet starten. En dit was gewoon een jonge meid van, weet ik, van 23, 24 volgens mij is ze. Hè, een jonge meid en die echt ook een hele bewuste keuze had gemaakt om te investeren in GoLemon en een stap naar GoLemon te maken. Ja, dat vond ik echt zo ontzettend vervelend, hè, om die boodschap te moeten brengen. Maar ja, ook dat is wat het is. Hè. Dat is ook af en toe, ja, business and not personal. Wat mooi is dat zij dat moment gebruikt heeft. Kijk, we doen allemaal wat met tegenslag. Hè. En de een die gaat in een hoekje zitten. En de ander die zegt, oké, wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik hiermee? En zij heeft dat gebruikt om als virtual assistant zeg maar aan de slag te gaan. Zij heeft een talent, ze kan iets goed. En ze dacht van, weet je wat, er is een regeling in Nederland via het UWV dat ik ook gewoon mag proberen om als ondernemer aan de slag te gaan. Ik ga dit gewoon proberen in de markt te zetten. En wie was de eerste die haar weer in kon huren? Dat was GoLemon. En zo hebben wij toch samen kunnen werken. Win-win voor twee partijen. Ik had de flexibiliteit die ik nodig had. Zij had toch nog een beetje GoLemon. En een launching customer, bij wijze van spreken. Dus uiteindelijk heeft iets wat heel negatief was eigenlijk, tot iets heel positiefs geleid. En zij was de laatste waar ik eigenlijk afscheid van moet nemen. Zij was de laatste waarvan ik op een gegeven moment moest zeggen, oké, komende maand kan ik je geen uren meer aanbieden, want we kunnen het niet meer betalen. Ik moet het echt nu allemaal zelf gaan doen. En de online marketeer heb ik altijd aangehouden, want die zijn schaars in Nederland. Hè? Dus als je een goede hebt, hou daar aan vast en zorg dat ze gemotiveerd zijn en blij zijn en geïnspireerd om bij jou te blijven werken. Want geloof me, ze kunnen ergens anders altijd meer verdienen. Hè? En dat heeft hij ook nooit gedaan. Hij is heel loyaal aan mij gebleven en ik ben heel loyaal aan hem gebleven. Dus... Was die marketeer die je weg hebt gehaald bij DTG? Ja, nou ja, die dus part-time bij GoLemon kwam werken. En ik heb op een gegeven moment nog een marketingbedrijf opgezet naast GoLemon. Omdat we iedere keer aan en uit gingen met die marketinguitgaven. Dus ja, soms zat hij ook gewoon uit zijn neus te eten. Weet je, ja, dat is leuk. Naar Google kijken wat niet aanstaat, een campagne. Maar daar heb je niet zoveel aan. Dus, ondertussen waren er mensen die aan mij vroegen van, joh, hey, wie doet jouw marketing? Wat doen jullie zo goed? Dan zei ik van, daar heb ik iemand voor. Ja, dat was mijn eigen andere bedrijf. En dat is ook de nieuwe werkgever geworden van mijn online marketeer. Mellow Yellow. Ja, Mellow Yellow neemt hem gewoon over. Okay. Want ja, inderdaad, dat soort mensen, daar moet je echt aan vasthouden. Die zijn heel uniek. Hey, wat ik me nog afvraag. Je gaat failliet. Ben je dan nog privé aansprakelijk? Nou, in mijn specifieke geval niet. Hè. Dat ligt er helemaal aan hoe jij contracten opgesteld hebt, voorwaarden. Bijvoorbeeld de eerste crowdfunding die ik afsloot in 2017. Daarvoor moest ik privé meetekenen. Dus als dat niet goed zou zijn gegaan, dan had ik een privé-aansprakelijkheid. Gaandeweg, ja, dat is ook... Weet je, zo moet je ook starten. Hè? Je risico is het grootste in het begin. En op een gegeven moment dan krijg je wel iets van ja, body en vertrouwen en leverage. En besta je al een tijdje en heb je toch wel iets van een running business. En dan is een bedrijf ook wel, of zijn leningverstrekkers ook wel gewoon bereid om inderdaad het bij de BV te houden. Hè? Dus daarvoor hebben we natuurlijk BV's in Nederland die als juridische entiteit kunnen optreden. En waar, tenzij je idiote dingen doet... Hè, ik heb natuurlijk een bestuurlijke aansprakelijkheid die eventueel zou kunnen gelden.
Maar ja, inmiddels weet ik ook wel, hè, los dat ik niks te verbergen heb, hè, maar dat je in Nederland, voordat je vanuit je bestuurlijke aansprakelijkheid privé aangesproken wordt, nou, dan moet je echt wel een randdebiel zijn. Dan had ik echt van dat geld Ferraris moeten kopen, weet ik wat, appartement in Dubai. Die heb je niet. Hè? Jawel. Hey, je hebt dus een aantal investeerders gehad. Hoeveel waren dat er in totaal? Ja, heel veel, want... Hadden die dan ook allemaal een aandeel? Nee. Dus investeerders in de vorm van aandeelhouders, dat waren er formeel 4. Maar 2 daarvan zijn echt met een Pietje Puk aandeel. Dat zijn mensen die mij in het begin heel erg geholpen hebben. Mensen in mijn privésfeer. En die hebben mij zo geholpen om Golemmen dat setje op dat moment te geven. Dat ik gezegd heb, hier heb je 1%. Hè, denk maar aan de secretaresse van Bill Gates, van Microsoft. Die, ik weet niet eens of het verhaal waar is, hè, maar dat maakt niet uit. Die 1% aandeel Microsoft krijgt en ja, nu dus tot generaties na haar niet meer hoeft te werken, bij wijze van spreken. Ik zeg, ik hoop dat het zo'n 1% wordt. Nou ja, het is anders geworden. Het is anders geworden, maar mijn dankbaarheid is daarom niet minder groot naar die mensen toe. Dus ik had er 2 van dat en die andere 2 die hebben gewoon echt geld geïnvesteerd en een serieus aandeel in Golemmen verworven. Dus dat zijn de investeerders met een aandeel en ja, die nu met lege handen staan. En daarnaast heb ik natuurlijk verschillende leningverstrekkers aan Golemmen. Voordat je die 2 aandeelhouders, slapen die er een nacht minder om? Of zeggen die voelen dat niet zou, echt? Weet je, dat zou je in alle eerlijkheid aan hen moeten vragen. Maar goed, ik ben close genoeg met hun. Hè, en ook gewoon tot in de privésfeer toe. Hè, dat ik wel kan zeggen is dat ja, zij zijn ook heel nauw betrokken bij Golemmen. Bij het merk, bij de business, bij de gedrevenheid die we er allemaal in gestopt hebben. We allemaal willen dit kind opzien. Het gaat ze niet alleen dat ze het geld kwijt zijn, maar ook, ook een stukje van het verhaal. Ook voor hen geldt, hè, net zoals voor iedere investeerder, hoop ik, hè, dat je investeert naar de capaciteit van je vermogen. Hè. Dus hè, als je gaat investeren in risicokapitaal, wat het is, dan vertrouw ik erop dat je als investeerder de juiste beslissing neemt en dat het ook mis mag gaan. Dat wil je allemaal niet natuurlijk. Maar als ik nu voor 1.000 euro bitcoin zou gaan kopen, wat ik niet ga doen, maar als ik voor 1.000 euro bitcoin zou gaan kopen, ja, dan moet ik er ook van uit kunnen gaan dat je die kwijt bent. Dat ik die kwijt ben. En dan zal, of in ieder geval, dat het tot 20% zou moeten kunnen reduceren. Ja, en dat is dan je verlies. Ik heb een podcast opgenomen met Bert Mientjes. Ja. Ken je die? Ja, nou goed, ik heb het gezien inderdaad. Oh ja, nou, die zei van, dit is een van de grootste investeerders van Nederland. Die heeft de meeste investeringen, die heeft al meer dan 200 investeringen gedaan in startups. Hij zegt, ja, 4 op de 10 ben je je geld kwijt. 4 op de 10 krijg je je geld terug. En dan heb je geluk dat je je inzet weer terug hebt en meer niet. Dus dan heb je misschien een hele kleine winst. En 2 daarvan, ja, die moeten het maken. Ja, een van mijn investeerders zei altijd 9 keer hout en 1 keer goud. Ja. Dus ja, en... Zouden, want dat vraag ik me altijd af, want ik hoor heel veel als ik met investeerders spreek en dat soort zaken, dat... Het is investeren. Ze geloven eigenlijk, geven ze een zak met geld aan de ondernemer. Ja, absoluut. En ja, je hebt nu een wijze les gehad. Zouden deze investeerders nu weer zo'n zak geld aan jou geven van, joh, als je een nieuw plannetje hebt? Ik denk het wel. Met de kennis die je nu hebt? Ja, ik denk het wel. Dus arrogant misschien om te zeggen, maar... Dus ik vind ook, wat dat betreft is het een lastige vraag, want ik weet het terechte antwoord op dit moment niet. Nee, oké, maar... Ik denk het oprecht wel. Het is echt wel de vent achter de tent, de vrouw in het gebouw. Maar je hebt natuurlijk ook goed samen met ze gewerkt. En ja, altijd eerlijk en open. En hun naar jou waarschijnlijk. Er zijn geen geheimen, weet je. En ik denk dat als je naar eer en geweten werkt, hè, dat iedereen even, als ze door de zure appel heen zijn geweest en ze hebben afscheid genomen van hun investering, inderdaad dat beseft, weet je, dit is een eerlijke ondernemer, deze heeft er alles aan gedaan, de omstandigheden waren nu eenmaal zo, of de kennis, er zijn fouten, whatever the case may be, maar het is acceptabel. Hè? Ik denk dat, laat ik het zo zeggen, ik zou het heel erg vinden als je deze vraag aan hen zou stellen en zij zouden daarop even lossen of ze daadwerkelijk zouden doen en ze zouden nee antwoorden. Dat zou ik best erg vinden, want dat zou mij raken als persoon. Want eigenlijk wat ze daarmee afgeven is, ja, een brevet van onvermogen of van eigenlijk van wantrouwen. Nee, ik
vertrouwt Bas niet meer in zijn ondernemerschap. Ondernemerschap. Ja. En ze hebben altijd uitgesproken, hè, ik heb die vraag ook vaak gesteld, jongens, hebben jullie nog vertrouwen in? Heb je nog vertrouwen in mij? En het antwoord is altijd ja. Dus ja, dat, nou, en dat is denk ik het belangrijkste. Hoe vaak had je die aandeelhouders vergaderingen? Ja, wij, even los van dat we tussendoor natuurlijk regelmatig contact hadden, maar hadden we sowieso één keer per maand zaten we samen, virtueel of fysiek. Oké. Okay. En wat werden de lopende zaken besproken? Ja, of? Zoals je met een managementteam zou overleggen. Hè? Hoe zijn de resultaten? Welke operationele kwesties spelen er? Welke investeringen doe ik wel, doe ik niet? Weet je, ik had het allemaal in mijn eentje kunnen doen, bij wijze van spreken. Maar ik besefte me al wel heel erg vroeg inderdaad van, joh, ik moet dit helemaal niet in mijn eentje willen doen. Want ja, er is zoveel wat ik weet. Hè? En ik vind nog dat ik het te lang en te veel alleen heb gedaan. Maar ja, het is op een gegeven moment ook een keuze die je maakt. Hè? Ga ik al investeren in mensen naast mij en hoe ga ik dat dan doen? Ja, keuzes, keuzes, keuzes. Kijk dan. Wat gebeurt er met de huidige klanten? Nou, op dit moment business as usual. Dus ja, zij hebben het grootste bezit van GoLemon, hebben zij in hun handen. Hè? En zolang dat het doet, doet het het. En zijn zij hopelijk een hele tevreden klant. Als het niet meer zou doen en ze moeten van de service van GoLemon gebruik maken die bij het contract hoort. Ik laat hem kapot vallen. Oh, oeps, hij doet het niet meer. Er zit een barst in het scherm. Dan was er een snelle swap service, hè, waarbij ze weer eenzelfde device opgestuurd kregen en gewoon weer aan de slag konden en dergelijke. Maar die service is er nog steeds, weet je. Dus alles draait gewoon door. Het enige wat we niet kunnen doen is een nieuw contract afsluiten op dit moment. Dus ja, dat is nadelig natuurlijk. Want je hebt nooit ingekocht, je had nooit voorraad. Nee, we hebben nooit voorraad. En de curator heeft ook gezegd, kijk, op een gegeven moment kwamen we, en dat was helemaal, ja, de beauty van het businessmodel is echt schitterend. Want op een gegeven moment, hoe ik het bedacht had, was, mensen gaan een jaarcontract aan en na een jaar komt dat toestel terug en dan verkoop ik het aan de refurbished industrie. Dus ik had contact met Leap, ik had contact met Swoop, allebei bedrijven die ook fietsen zijn gegaan trouwens tussendoor. Maar ik had contact met Renewed, Forza, de grote spelers in de markt, die waren allemaal geïnteresseerd in, oh, maar dat is een mooi model. Als jij gaat vliegen, dan heb jij heel veel apparaten die op een gegeven moment terugkomen, die willen wij wel opkopen, want die gaan we refurbishen en verkopen weer. Dat is hun businessmodel. Dus ik zag een ronde cashcirkel van mijn aanschaf, verdienen op de verhuur, verkoop van het device. Totdat de eerste devices na één jaar terugkwamen en in sommige gevallen nog zelfs later, want ik kwam er ook achter dat heel veel mensen gewoon doorbleven leasen. Die zeiden na een jaar, joh, bevalt mij prima, ik hou hem wel even wat langer, kan dat ook? Ja, zeker kan dat. Tsching. Ja. En korting op maandbedrag niet eens? Ja, ik gaf een korting op het maandbedrag, dus we gaven ook wel een incentive om langer te blijven. Maar dat toestel kwam terug en dat zag er fantastisch uit. We wisten natuurlijk ook niet, hè, hoe gaan mensen met dit toestel om. Hè? Want ja, don't get sentimental, it's a rental. Hè? Dat motto kan natuurlijk gelden. Ja. Maar mensen waren echt gewoon zuinig op dat apparaat geweest. Die kwamen in een perfecte cosmetische staat terug in de meeste gevallen. En ja, het verdienmodel van die refurbished partners, die is natuurlijk van zo goedkoop mogelijk inkopen en weer voor zoveel mogelijk verkopen naar refurbishment. Dus ja, dat levert me helemaal niet zoveel op. Ik denk, weet je wat, ik ga hem gewoon nog een keer wegzetten. Dus naast onze shop, alle nieuwe devices, kwam de praktisch nieuwe shop met praktisch nieuwe devices. En dat waren gewoon devices die we voor een tweede en in sommige gevallen derde keer gingen wegzetten. Dat werkte fantastisch. Want heel snel was dat allemaal uitverkocht. Want dat was weer een lager bedrag en dan gingen we er gewoon nog een keer aan verdienen. Ja. Nou, en die shop die zou in theorie nu open kunnen zijn, hè, want wat terugkomt zouden we weer weg kunnen zetten. Maar goed, dat is een beslissing van de curator die zegt, joh, even nu geen nieuwe contracten aangaan. Ja, dat zal een juridische overweging zijn, denk ik. Oké. Okay. Wat zijn je toekomstplannen? Ja. Heb je al nagedacht? Ja, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Want je gaat natuurlijk echt onwijze hectiek van het faillissement, curators, met je billen bloot naar je investeerders toe. Ja. Wanneer, weet je wel, dat is met een rouwproces. Wanneer komt die dip of die, wanneer komt die knal? Na de depression komt ja. Acceptance, geloof ik. Ja, dat zijn de laatste twee fases. Nou ja, goed. Kijk, of dat nou goed of slecht is. Hè? Ik had / heb geen plan B. Want er was plan A en plan A was GoLemon. En GoLemon ging het redden. En dat heb ik tot 1 december voor gevochten en toen heb ik me laten informeren zoals ik verteld heb en vervolgens moet je een beslissing nemen en dan gaat het allemaal heel snel. Je hebt niet eens tijd voor een plan B, dan had je dat van tevoren al moeten bedenken. Nou, daar had ik geen ruimte en geen tijd voor, want ik was bezig met plan A. Dus deze vraag krijg ik vrij veel.
En natuurlijk moet de schoorsteen roken. En ik heb ontzettend veel ervaring opgedaan en ik heb een fantastisch netwerk opgebouwd. Dus mijn eerste simpele gedachte was, nou ja, als het stof een beetje neergedwaald is en ik heb zicht op wat ik kan, want dat wist ik natuurlijk niet in samenwerking met de curator, dan zou ik misschien wel mijn ervaring in kunnen zetten als een soort van interim manager. Ik zou, weet ik wat, ik heb natuurlijk veel e-commerce ervaring, online marketing kennis, guerrilla marketing, een merk bouwen en dergelijke. Nou goed, het zijn allemaal disciplines die ik aan zou kunnen stippen. Zou kunnen zeggen van, nou jongens, als jullie daar hulp bij nodig hebben, here I am, huur mij in. En dan kan ik weer wat factureren. Dat zou voor mij een korte termijn mogelijke oplossing zijn. Sta ik voor open. Want in mijn hoofd had ik al afscheid genomen van GoLemon. Ik krijg alleen nu, mede naar aanleiding van ja, dat geëxplodeerde LinkedIn bericht. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die het gezien hebben. Ik bedoel, de teller stond vanochtend op meer dan 1,5 miljoen views. Dus meer dan 1,5 miljoen die mensen die... Het is koekoek, hè? Dat verwacht je helemaal niet. Het is bizar. Ja. En dat leidt tot heel veel mailtjes en heel veel handuitreikingen van... Ik wil met je praten, ik wil koffie met je drinken. Ik heb een business opportunity voor je, ik heb een baan voor je. Ik wil een podcast met je opnemen. Ik wil een doorstart met je bespreken. Daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. Dus ik heb ook mensen die nu willen praten over een mogelijke doorstart. Ja, oké, okay, denk van oké, okay, ja, wat voor voorwaarden moet dat dan voldoen en zo. Maar goed, ik sta er wel voor open, want ja, 2 maanden geleden stond ik nog als een malle te pitchen. Ja, mijn vertrouwen in mijn businessmodel is niet voorbij. Ja. Je moet alleen ja, wel met een grote zak met geld komen, wil je in ieder geval de eerste slag kunnen slaan. Ja. Dus dat zeg ik dan ook meteen tegen die mensen terug. Maar als ze daarvoor openstaan, nou, dan kunnen we het erover hebben, natuurlijk. Ja. Concurrent mag me ook inhuren hoor. Ja? Ik weet het. De Duitsers. ik denk dat ik een heleboel dingen slimmer ben dan de concurrent. Want natuurlijk heb ik een concurrentieanalyse gedaan van tevoren. He, ik weet wie de concurrenten zijn en ik weet waar GoLemon beter in was. Dus zou juist heel dom voor ze zijn als ze die niet gebruik zouden maken van die kennis. Ja. Dus bij deze jongens... ik krijg een oud doodje. Nog niet. Hey Bas. Ik denk dat we echt wel heel veel besproken hebben. We zijn al 1 uur en 20 minuten verder. Jezus. Gaat hard, hè? Ja. Dankjewel voor het onderwerp. We sluiten altijd nog af met een vast vragenrondje. Oké. Okay. Dus ben je daar klaar voor? Ik ben er klaar voor. Shoot. Kijk, als mensen contact met je willen opnemen naar aanleiding van deze podcast. Ja. Mag dat? Natuurlijk. En zo ja, hoe doen ze dat dan? Nou, ik heb maar even een alternatief e-mailadres aangemaakt in het licht van... Ik weet niet hoe lang GoLemon en Bas nog aan elkaar verbonden zijn. En dat e-mailadres is hi, het Engelse hallo, hi, hi, at basvanderputten.com. Kijk eens aan. Of gewoon via LinkedIn. Via LinkedIn natuurlijk, ja. Via LinkedIn. Maar dat is echt, is echt wel even een puinhoop geworden. Dus de kans dat je daarin verdwaald raakt op dit moment... Nee, ik zou even een mailtje sturen. Anders via het e-commerce café. Ja, zeker, inderdaad. Okay. Misschien een rare vraag, maar zeker na een faillissement. Maar hoeveel is genoeg? In welke zin? Nou ja, bij wijze van spreken, als je een zak geld zou krijgen om te stoppen met GoLemon. Om te stoppen met GoLemon. Dus iemand zou me nu een zak met geld geven. Hoeveel is genoeg? Nee, er is geen getal aan te hangen. Ik bedoel, hoeveel is genoeg? Ik ben altijd een hele commerciële rakker geweest. En dat zal ik ook altijd zijn. Hè? Dus ik ben niet vies van geld. En geld geeft je vrijheid. Geld maakt niet gelukkig. Maar met geld is het wel makkelijker om gelukkig te zijn. Dus hoeveel is genoeg? Kan geen antwoord op geven. Ik weet wel dat het minder is dan wat sommige mensen denken. Want geluk zit niet in geld. Geluk zit in hele andere dingen. En gelukkig... Zit in een pak sneeuw. Nee, heb ik dat. Gelukkig heb ik daar heel veel van. En geld, dat volgt vanzelf. Gelukkig zit in een pak sneeuw. Gelukkig zit in? Een pak sneeuw. Nou, zeker. Bijvoorbeeld. Jammer dat het niet zo lang bleef liggen. Nee. Wat is jouw favoriete podcast? Ik ben er wel een aantal gaan luisteren, maar die waren wel... Dus ik heb niet echt een favoriete podcast, zeg maar, thema. Of het is vaak on-topic dat ik dingen probeer te horen. En persoonlijke ontwikkeling en met name inderdaad over veerkracht en wendbaarheid en dergelijke. Ja, dat zijn wel hele gave topics om dingen over te horen. En dan zijn er bijvoorbeeld mensen die ik heb leren kennen along the way... Niek van den Adel is zo'n persoon. Dat is een jongen
Die is op zijn 28ste, is hij, ja, heeft die motorongeluk gehad. En is hij in een rolstoel terechtgekomen. Nou ja, weet je, dus ja, ik ben failliet, hè. Oh, heel erg jammer, maar ja, weet je, ik heb alles nog. Maar deze jongen, die belandt in een rolstoel en is ook gelukkig. Fantastisch verhaal. Nou, naar zo iemand luisteren, ja, dat brengt je wel met twee benen op de grond terug. En zo heb ik er nog eentje, dat is Joyce de Ruiter. Joyce heeft het Usher-syndroom. Nou, Usher-syndroom, dan word je doof en blind. Ergens rond je 40ste. Ze is nu 36, geloof ik. En hoe daarmee om te gaan, dus over met tegenslag omgaan. Nou jongens, ja, dan wordt een faillissement echt heel klein en nietig. Als je dat soort mensen hoort spreken. Dus naar die mensen luisteren en met hun over hun lezen. Ja, dan leer je pas echt iets over veerkracht. En dat brengt mij heel veel. Dus on topic vind ik op dit moment qua podcast belangrijker dan één specifiek type podcast. Duidelijk. Wat is je laatst gelezen managementboek? 15 rules of personal growth, 15 laws of personal growth. Ik vertelde je toen ik hier binnenkwam dat ik op een gegeven moment een app heb gedownload. En dat is echt wel een hele, die heet Headway. Echt een top app, want dat geeft je de samenvatting van managementboeken. Okay. En, ja. Want ik wil heel graag veel lezen. Ik heb er niet altijd de tijd voor, maar met 4 kinderen en een peuter van 3. Maar daar lees je de samenvattingen. En pak je dus het belangrijkste op. En dat was het laatste wat ik gelezen heb. En daar staan heel veel wijsheden in. Kijk dan. Wat is een van die belangrijkste wijsheden? Dat je niet leert of niet voldoende leert door alleen maar gewoon door het leven heen te gaan. He, dus aldoende leert men. Ja, dat klopt. Maar dan ga je niet leren wat je kan leren. Dat is een belangrijke les. Ja. Ah, geloof ik zo, toch? Ja. Wat is je best gelezen managementboek ooit? Ja, weet je, het is Seven Habits of Highly Effective People en dergelijke. Dat soort veel genoemd. Dat soort geëikte titels. Er zit natuurlijk heel veel waarheid in. Ook over personal development en dergelijke. Maar wat ik persoonlijk heel erg leuk vind. Kijk, ik heb het nooit onder stoel of bank gestoken dat ik heel graag presenteer, op een podium sta, workshops geef en dergelijke. Ik doe dat met een bevlogenheid en die blijkbaar op mensen afgeeft en dergelijke. Dus het is win-win. Hè. Ik doe het heel erg graag, schaam me ook niet voor. En mensen zijn heel blij, blijkbaar als ik mijn verhaal vertel, ze daarmee inspireren of iets leer en dergelijke. En er zijn twee boeken die daarover gaan. En eentje daarvan is Verbaal Meesterschap van Remco Klaassen. Ja, dat boek, zelfs als je niet één sprekerambitie hebt, dat is zo leuk geschreven. Daar ga je als de bliksem doorheen. Echt een leuk topboek op het vlak van spreken. Verbaal meesterschap heet dat. Verbaal meesterschap. Ja, en dan heb je ook nog het boek van Bas Mouton van de Speech Republic. En dat is een boek en dat gaat over hoe jij impact kan maken. Dat is aan een soort van bijna aan wetten gebonden met een keynote, hè, of met een speech en dergelijke. Nou, daar worden voorbeelden van Obama en zo in aangehaald en dergelijke. En het grappige is, ik had het boek net gelezen. En die LinkedIn-post, die heb ik echt in 2 minuten geschreven. Want die heb ik gewoon uit mijn hart geschreven. Ik had groen licht. Ja, post maar iets op LinkedIn. En ja, ik schreef dat vanuit mijn hart. Dit is hoe ik me voel. Dit is wat ik mensen wil laten weten. Ik ben failliet. It is what it is. Recht terug, kin omhoog en door. En later ging ik die post nog eens nalezen met de wetenschap van dat boek, van die magiewetten. Daarnaast, dat klopte toch verdomde goed. Hè? Dat heb ik niet zo opgeschreven, zo bewust. Maar het klopte wel. En dat vind ik super gaaf. Dus dat zijn voor mij hele belangrijke boeken. Kijk eens aan. Hoe maken we met z'n allen e-commerce een beetje duurzamer? Het eerste wat mij binnenschiet is consolideren. Want dat hebben we met GoLemon ook proberen te doen. En dat was bij ons niet zo relevant. Maar ik denk dat, ja, we zijn natuurlijk nu, is er zo'n online booming ding. Maar het gaat allemaal heen en weer. Ik denk dat de grote merken daar echt wel een verantwoordelijkheid hebben. Met CO2-uitstoot en dergelijke. En ik geloof dat Zalando was een bericht dat hij nu net voor bepaalde artikelen geld retour gaat vragen. Ja, daar moeten we echt wat mee. Want ja, 7 kluks. Ik ben ook geneigd om te doen, hè, maar 7 stuks kleding bestellen om te kijken of het welke maat past, hè, in 3 verschillende maten. En dan maar de boel weer terugsturen, wat weer een beurt. Nou, ik denk dat
daar de grootste klap te slaan is. En ik heb maar ik vind dat is dan een goed ding. Wat? Als je 7 producten bestelt om te kijken welke je niet wil hebben, weet je wel? Ja. Want als je 1 product bestelt en het past niet en het gaat heen en weer, dan is dat busje rijdt nog 100 keer vaker. Ja, bestel er dan in 1 keer 7, dan... Ik gooi hem er heel even in vanuit de primaire reactie op jouw vraag. Hè. Dus je hebt ook zeker een punt. Want ja, dat is hetzelfde met mijn kinderen. Die zijn gek op AliExpress en dat soort dingen en al die... Ja, voor een bedrag waarvan je gewoon... Dat kan niet, jongens. Je kan het daarvoor niet maken en verschepen naar Nederland. En toch zitten ze aan mij te vragen... Ja, pap, mag ik dat bestellen? Nou, ik vind het heel moeilijk om daar nee te zeggen... vanuit een, zeg maar, idyllisch oogpunt. Maar ja. Ja, dat is een hele moeilijke... Ik heb het antwoord niet, hè. Maar, nee. Maar hoe maken we het duurzamer? Ja, ik denk dat daar wel wat sleutelvraagstukken liggen. Kijk, misschien hier een leuk thema voor je volgende bedrijf. Nou, wie weet. Huh? Hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat hij de was in gaat? Ha, leuke vraag. Nou, dat is best lang, kan ik je vertellen. dat kan zomaar een week of lang zijn. Eigenlijk is bij mij, qua spijkerbroeken, is hij bevlekt. Ja, en dat gebeurt nogal snel met kleine kinderen. Dan gaat hij de was in. Ja, nou, hetzelfde hier. Wie zou mijn volgende gast moeten zijn? Ja... Of ze nou heel erg in de wereld van e-commerce zitten, nee. Maar als je nou echt over veerkrachtige personen... En ik denk dat dat wel een thema is natuurlijk wat op dit moment aan de orde is. Nou ja, Joyce de Ruiter, ik weet dat ze in Den Haag woont, bij wijze van spreken. Nodig zo iemand uit. Ik denk dat dit soort mensen op dit moment gewoon heel belangrijk zijn. Mensen die een tonend voorbeeld zijn van... Het kan ook heel erg tegenzitten. En dan toch kunnen we met z'n allen vooruit. Want er zit nogal wat tegen, hè, op dit moment voor mensen. Hè. Dat moeten we ook niet onder stoelen of banken steken of bagatelliseren. Dat is gewoon zo. En toch gaan we vooruit. Zeker. En dat kan ook. Mooi, hè? Wil je nog ergens op terugkomen? Nee. Dan rest mij niks anders dan je onwijs te bedanken. Graag gedaan. De tijd is voorbij gevlogen. Ja. Anderhalf uur. Anderhalf nou, jongens, uur. Ja, het is jongens echt... voor iedereen die nu nog luistert. Nee, hartstikke leuk. Onwijs bedankt voor je uitnodiging. Ik vond het heel erg leuk. Ja, wat ik ook heel fijn zou vinden is van... mocht je dit nou echt een heel leuk gesprek vinden... laat even een review achter op iTunes. Daarmee maak je het e-commerce café een stukje belangrijker. En geef een goede feedback. Daar leer ik ook weer van. Of die nou goed is of slecht is. En misschien kan je ook een review geven wat je van mijn gast vond. Ja, nou, ik zal je een review geven wat ik van ons gesprek vond. Dat is in ieder geval plus 1. Ja, toch? Ja. Hey, dankjewel. En ik blijf je volgen, Bas. Want ik ben wel erg benieuwd wat er gaat gebeuren met GoLemon en met jou. Oké, nou, tik hem aan. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende. En tot die tijd, lekker veel online verkopen.